Goedenavond. Kijkers thuis, luisteraars soms als je het beeld niet aan hebt. Wij zijn live vanuit Warmond buiten. We hebben net even de gordijnen dicht gedaan, maar als ik hier naar buiten zou kijken, zou ik over het groene veld van de Boterhuispolder kijken. Met de bloemetjes in de bloei. De klaprozen zagen we net nog vanaf de fiets. Het mooie witte bruggetje. En als we heel ver kijken, zien we Leiden. En als ik aan mijn linkerkant kijk, dan kom ik bij de gemeente van Marina van der Velde uit, Kagen-Brasem. Marina zit in ons publiek. U kunt haar niet zien, maar ze zit daar wel. We hebben in de zaal zo'n 15 mensen. Allemaal keurig op afstand, dat u dat ook weet thuis. En voor u staat Emiel Jentsch. Ik ben dagbestuurslid van Holland Rijnland. Verantwoordelijk voor groen en landschap. Maar in het dagelijks leven ook nog burgemeester van Hoesgeest. En ik heb vanavond een heerlijke fietstocht gemaakt om hier te mogen komen. En ik doe de aftrap voor u. Ik vertel zo wat we gaan doen en wie we als spreker hebben. Ik kondig ook een korte pauze aan en daarna gaan we wat dieper in op de projecten. Ik weet dat er veel vragen zijn, ook vanuit de zaal, maar die kunnen er ook bij u thuis zijn. Als het goed is, kunt u chatten vanuit uw YouTube-functie. Is dat nou niet het geval, stuurt u dan uw mail naar communicatie@hollandrijnland.nl. Er zit hier een moderator, die steekt zijn vinger op en die betrekt de mails in het gesprek wat we hebben. Vooral denk ik in het tweede deel na de pauze. En ik kan ook de moderator uitnodigen om de vragen voor te lezen. Onze moderator Tom van Dril. Dan, veel mensen in de zaal. Misschien toch goed om een paar mensen even te noemen, zodat u weet wie er ook al vanuit AB zijn. Ik heb de burgemeester van Katwijk gezien, Cornelis Visser. Ik zie hier voor mij zitten ons voorzitter van het dagelijks bestuur, Henri Lenfrink. Ashley North, wethouder van Leiden, die zo ook een rol heeft. En ik zie een aantal AB'den. Van Zet, Van Lisse, heel goed dat u er bent. Ton Koot heb ik gezien. En ik heb, hi Marie, vanuit Teilingen. En we hebben als gastheer vandaag Bert van Leeuwen. Bert, jij bent van Warmond Buiten. Jij bent veeteelthouder en recreatieboer, kan ik je zo zeggen. En jij exploiteert Warmond Buiten, dit polderpodium. Dankjewel voor jouw gastvrijheid hier. Mocht u er nog nooit zijn geweest, ga daar zeker een keer naartoe. Even, dat is de aftrap. Dan toch maar even, waarom zijn we hier? Het land van ons. Voor mij kwam dat in beeld eigenlijk via krantartikelen. Ik las dat er een coöperatie was opgericht waarbij inwoners, bewoners, burgers, zoals het een mooi woord heet, geld bij elkaar brengen en eigenlijk boerenland opkopen. Daar een coöperatie van maken en dat met elkaar exploiteren op een natuurvriendelijke, biodiverse manier. Dat krantartikel intrigeerde, totdat we ook hoorden dat het land van ons ook geïnteresseerd was om in Zuid-Holland, oftewel in Holland-Rijnland, ook een stuk aan te kopen in Oude Ade. Tot zover de belangstelling. Daarnaast waren we op de hoogte dat de Universiteit Leiden heel erg bezig is, vanuit Naturalis, maar ook van het Centrum voor Milieuwetenschappen van Leiden, om de biodiversiteit op de kaart te zetten. En die twee initiatieven kwamen samen. En toen kwam Holland Rijnland in beeld, onder meer, en toen werd aangeklopt van hoe gaan we dat, die exploitatie daarvan rondkrijgen. Kan Holland Rijnland daar een rol in spelen? Nou, we hebben daar enthousiast gezegd, we willen wel deelnemen aan de gesprekken, maar er moeten zeker veel meer partijen zijn die daar een bijdrage gaan leveren. Er zal wat over gezegd worden, die dat onderzoek betalen. Maar ook het Hoogheemraadschap is een partner in dit traject. We hebben in Holland Rijnland groen beleid vastgesteld. Met een mooi woord heet dat een icoonproject, een plan van aanpak. Dat is 16 december 2020. Klopt dat allemaal, Kees? Is vastgesteld, ja, Kees van de cijfers. Waarin ook de icoonprojecten staan. Daarin staat ook het veenweidegebied. En daar is als een van de voorbeelden ook dit project benoemd. Dus in die zin kwam het zo langzamerhand in beeld. En onmiddellijk heb ik vanuit het DB aangegeven, als we dit zouden ondersteunen, dan betekent dat dat we gaan afwijken van die kaders. Dat is mede de reden dat we hier zijn, om ook mensen de mogelijkheid te geven om vragen te stellen. Want die kunnen wel aan mij gesteld worden als portefeuillehouder, maar ik ben geen initiatiefnemer. Het is niet mijn project, het is het project van het land van ons en het Centrum voor Milieuwetenschap in Leiden. En ik ga zo eerst Bas van Goor, ga ik van het land van ons zichzelf laten voorstellen. Even laten vertellen wie is het land van ons en wat voor plannen hebben ze. En daarna komt Maarten Schrama. Maarten, jij bent assistent professor van het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden.
nu korten we dat af naar CML, want anders blijven we dat maar voluit moeten uitspreken. En jij gaat zo een toelichting geven op je, wat gaan jullie hier doen de komende jaren? En ook een beetje de relatie met de andere onderzoeken die we hebben in Nederland. Want daar waren in ieder geval wel veel vragen over. En ook wel de raakvlakken, zitten die boeren hier nou wel op te wachten? Misschien is dat ook wel een beetje een vraag die je mag verwachten. En daarna, nog steeds voor die pauze, geef ik het woord aan Ashley North. Ashley, jij bent vanuit de gemeente formeel de partij die subsidie verleent. Wij verlenen subsidie vanuit Holland-Rijnland aan de gemeente. En jij gaat uitleggen hoe dat past in jullie verbinding stad en land. En waarom jullie graag ook dit project zouden willen omarmen. Ik zou eigenlijk vanaf nu het woord willen geven eerst aan Bas. Om de aftrap te geven over het land van ons. En daarna is het woord aan jou, Maarten. Ik heb begrepen dat je duidelijk in de microfoon moet praten. Goedenavond. Mijn naam is Bas van Goor. Ik ben een van de 7 bestuursleden van de burgercoöperatie Land van Ons. En dat is een hele jonge organisatie. En dus ook logisch dat het nog niet zo bekend is. Aan de andere kant redelijk aanwezig de laatste tijd. Vooral in het boerenland. Nou, wat is Land van Ons? Dat is een burgercoöperatie. Dat is opgericht vanuit de zorg over het landschap, het boerenlandschap. Twee heren hebben eind 2019 zijn hiermee begonnen. En inmiddels van 2 is dat gegroeid naar ruim 14.000 deelnemers. Dus dat is vrij snel. Dus klaarblijkelijk raken we ergens een snaar. En wat we doen is heel eenvoudig. Wij kopen samen met burgers boerenland. Nou, waarom Land van Ons? Als iemand de krant leest, al heel gauw over de afname van de bijen, van de vlinders, et cetera, et cetera. De biodiversiteit in Nederland neemt dramatisch af. Er zijn minder boeren, er is een enorme schaalvergroting gaande in ons land. En dat is natuurlijk een mening, maar onze mening is dat het landschap minder aantrekkelijk is geworden. En dat willen we graag wat aan doen. Als je kijkt naar Nederland, dan praat je over natuurgebied aan de ene kant. Dat is zo'n natuurmonument en een paar andere organisaties maken zich daar heel druk over. En aan de andere kant praat je eigenlijk over intensief gebruikt productieland. Dus een 2/3 van Nederland is landbouwgrond. En eigenlijk gebeurt daar, daar gebeuren een heleboel dingen, maar niet altijd de juiste dingen. En vooral door die versnippering krijg je een verlies aan biodiversiteit. En dat is een van de zaken die we dus proberen aan te pakken. Nou, als je dan kijkt naar wat zijn dan de issues in de landbouw. Ik denk dat heel veel boeren het met me eens zullen zijn dat het perspectief ontbreekt vandaag de dag. Er is heel veel monocultuur gaande. We praten natuurlijk over verlagen van de grondwaterstand. De gemiddelde boer wil liefst zo snel mogelijk zijn akkers droog hebben. Heel begrijpelijk. Er worden, we noemen ze maar gifstoffen, bestrijdingsmiddelen met het juiste, correcte woord gebruikt. Dus, er is sprake van overbemesting. En wat we heel veel zien is dat kennis is verplaatst van de boer naar de adviseur. Even heel duidelijk te maken, dit is niet de schuld van de boer. Dit is meer de schuld van het systeem waarin we de afgelopen jaren verzeild zijn geraakt. Er zijn ook een aantal politieke problemen die Land van Ons signaleert. Ja, dus als we kijken naar de situatie in zeg maar het regelgevend landschap, dan praten we toch over een 4-jarige cyclus die over het algemeen speelt in zeg maar de politieke wereld. Dat maakt het maken en het beslissen rondom de lange termijn, laat ik maar zeggen, lastig. Er zijn nogal vrij veel lagen in de overheid, wat het ook niet altijd even eenvoudig maakt. En daarnaast zitten we vast aan Europese en mondiale regelgeving. Kortom, een gebied waar nogal wat issues zijn. En dat is denk ik een van de redenen als je kijkt naar zaken als landbouw en landschap. Dan is onze stelling eigenlijk van er wordt ongelooflijk veel gepraat. Er worden gigantisch veel plannen gemaakt. Zeker als je kijkt de afgelopen maanden, denk ik. We zitten natuurlijk in formatietijd, maar ik weet, wij hebben de teller al iets op 5 of 6 plannen staan die er langs zijn gekomen. En het is heel vaak met het handje ophouden naar de overheid. En wij hebben gezegd van we moeten dat anders doen. We moeten dat als burgers zelf ter hand nemen.
Nou, even een heel simpel grafiekje. De weidevogels, zeg maar. Nou ja, goed, ik denk dat we op zich niks nieuws vertellen met dit soort grafiekjes. Die zie je geregeld in de krant staan. En uiteindelijk is dat gewoon een roep om actie. Nou, wat is Land van Ons nou eigenlijk? En wat doen we nou eigenlijk? Nou, wat ik al vertelde, dus een burgerinitiatief. 14.000 deelnemers. En die deelnemers die kopen met elkaar vierkante meters grond. Dus dat is u en ik, bij wijze van spreken, die lid wordt van de coöperatie. En bij wijze van spreken 2, 4, 10 of 20 of 50 of 100 vierkante meter koopt. En dat geld stoppen we samen en daar kopen we landbouwgrond van. Inmiddels hebben we meer dan 100 hectare aangekocht. Dus dat is inmiddels in ons bezit. En we hebben nog een stuk of 80 hectares die dit jaar gaan volgen. Dus het loopt vrij aardig. Nou, wat ik al vertelde, 7-koppig bestuur. En we richten ons alleen maar op boerenland. We zeggen dus ook, van, ja, er zijn voldoende organisaties die zich met de natuur bezighouden. Neem natuurmonumenten, andere clubs. Een organisatie die zich alleen maar richt op het boerenland. Volgens ons was dat er nog niet. Dus daar, en omdat dat ook 2/3 van Nederland is, zeggen we van ja, daar valt de meeste winst te behalen. Herstel van biodiversiteit en landschap, dat zijn de twee hoofdingrediënten. Maar daarnaast is er een hele derde belangrijke ingrediënt. En dat is dat je wel rendabel moet kunnen boeren. Want uiteindelijk willen wij landbouwgrond kopen om landbouwgrond te laten exporteren als landbouwgrond. Dus we gaan geen bossen planten, we gaan geen poeltjes maken en allerlei andere dingen. Landbouwgrond blijft landbouwgrond. En dat betekent dat landbouwgrond in onze optiek natuurvriendelijke kringlooplandbouw, biologische landbouw moet worden. Maar ja, als je dat stelt, dan moet je wel zorgen dat je de geld kan blijven verdienen. Want uiteindelijk, als je daar als boer aan de slag wil, ja, dan moet er een verdienmodel zijn. Want niemand werkt voor niks, behalve het bestuur van Land van Ons. Wat doen wij? Nou, wij doen onder andere geen gewasbescherming, geen bestrijdingsmiddelen. Nog een aantal zaken, geen kunstmest, geen drijfmest injecteren, dat soort zaken. Natuurinclusief boeren is bij ons het adagium. En wat ik al vertelde, we zijn enigszins ambitieus. En we hebben als doelstelling gezegd dat we rond de 300.000 hectare willen aanraken in Nederland. Dat is 15% van het landbouwareaal. Wij denken dat, we hoeven dat niet allemaal zelf te kopen, maar we denken dat als wij een ecologische hoofdstructuur van cultuurgrond kunnen realiseren, dat bijna elke boer, laten we zeggen, binnen 10, 15 kilometer van zijn of haar bedrijf, een perceel van Land van Ons tegenkomt. En daarbij in aanraking komt met een andere vorm en andere manier van landbouwbedrijven, waardoor hopelijk de ogen her en der wat groter groeien. Nou, wat doen we dus niet? Chemische verdelging van planten. Er gaan dus absoluut geen bestrijdingsmiddelen en dat soort zaken op. Het injecteren van drijfmest, een overheidsregel voor de gewone boer. Een regel die de bodem regelrecht kapot maakt en verzuurt, zeg maar. Dus dat doen we niet. We doen niet meer een kunstmest. We houden niet van monoculturen. Voor degene die deze kant op zijn gereden en toevallig langs de Leidse weg zijn gekomen, dan zie je het stuk van Land van Ons aan de rechterhand. Er wordt morgen gemaaid, weet ik uit Betrouwbare Bron. Maar wat er nu nog staat is fantastisch. Het is een enorme verscheidenheid aan verschillende grassen en kruiden. En dat na één jaar niets doen. Gewoon niets doen. Geen mest erop. Helemaal niks doen. Intensief maaibeleid. Nou ja, ik zei het al, 15 juni wordt er gemaaid en niet eerder mocht er. Nou, wat doen we wel? We herstellen landschapselementen. Dus op sommige plekken in Nederland zijn we bezig met houtwallen, singels aan te leggen, bloemrijke randen, et cetera, et cetera. We gebruiken wel mest. Het is dus niet zo dat we overal tegen zijn. Alleen we willen dingen met mate doen. En we doen dat niet in de vorm van kunstmest, maar gewoon plantaardig of dierlijke mest. Aangepast aan behoeften. En dat betekent dat we bodemmonsters nemen, dat we kijken wat kan een bodem aan. En ik kan u verzekeren, toen wij dit perceel vorig jaar kochten, de eerste 22 hectare in Oud-Aarde, was het aardig verziekt door de enorme hoeveelheden mest die er constant opgesmeten waren. Vandaar dat wij dus ook hebben gezegd, dat doen we dus een tijdje niet. Het realiseren van verschillende waterstanden, temperaturen,
Hoe meer gradiënten je krijgt in een landbouwgebied, hoe meer leven er gaat plaatsvinden. Het voorkomen van verdichting van de grond, dat betekent onder andere niet met zware machines en dat soort zaken op de grond aan de slag. En het herstellen van de mineralenhuishouding en de zuurgraad van de bodem. Oftewel, de bodem is de basis voor een goed leven en daar gaan we mee aan de slag. Nou, hoe werkt land van ons? Vrij eenvoudig. Het lidmaatschap is een tientje per jaar. En elk lid heeft de verplichting om voor €20 per jaar vierkante meters te kopen. That's it. Na 2 jaar kan je weer uitstappen. Vinden we niet leuk, maar kan wel. Daar zijn we ook dan wel mee bezig. We beloven geen financieel rendement. Dus we zijn geen beleggingsinstelling of wat ook maar. Nou is grond redelijk waardevast. Dat weten we wel. Maar we doen absoluut niet aan financieel rendement. En het is one man, one vote. Dus of je nou voor €20 inlegt of voor €20.000, je hebt 1 stem in de coöperatie. En dat is een heel stellig principe van ons. We zijn dus met elkaar eigenaar en we beslissen ook met elkaar. We hebben dus werkelijk elke 2 tot 4 weken verschillende stemmingen over zaken, bestuurszaken. Of als er een nieuw perceel wordt aangekocht, of wat ook maar, dan beslissen alle deelnemers daar gezamenlijk over. En we hebben geen betaalde krachten, we draaien 100% op vrijwillig talent. En dat is ook een hele krachtige zaak van land van ons. Nou, wat levert dat nou op voor een deelnemer? Waarom zou u überhaupt meedoen? Nou, het is natuurlijk een tastbaar eigendom. Je bent gewoon eigenaar van zoveel vierkante meter grond ergens in Nederland. Je staat niet langs de zijlijn, maar aan de knoppen. Dus je gooit niet je €50 naar een goed doel en hoopt dat er wat van komt. Maar je kan meebeslissen, meebepalen. En dat mensen stellen er ook ongelooflijk veel vragen. En die worden dus ook altijd beantwoord. Om te zorgen dat iedereen zich goed voelt bij wat we doen. Nou, we gaan dus voor een tastbaar resultaat op de percelen. Meer biodiversiteit, meer landschap. En dat betekent ook dat mensen dus lopen langs, fietsen langs, rijden er naartoe. Er worden allerlei excursies en dat soort dingen. Dat begint langzaam weer te komen nu het corona toelaat. Dus mensen kunnen ook echt gewoon zien. En elke maand volgt er een update van elk perceel. Wat gebeurt daar nou specifiek? Voedsel. Wij produceren voedsel van eigen grond. In Drenthe hebben we het afgelopen jaar boekweit verbouwd. Ja, dat is ook een beetje een soort vergeten product uit Nederland. En daar zijn we nu... dat hebben we verschillende producten van gemaakt. En dat wordt dan verkocht via de zogenaamde korte keten. En op dit moment hebben we een aantal producten zoals lupine en wederom boekweit. En ook het prachtige huttentut. Ik weet niet, alom bekend waarschijnlijk niet. Hebben we in de grond zitten. Mooie producten die vooral heel erg goed zijn voor biodiversiteit. En waar we het ook niet schuwen om uiteindelijk zeg maar een stukje markt te ontwikkelen. Want dat is soms nodig. Nou, we zeggen even, ja, dit is land van ons is een verzekeringspolis voor de kwaliteit van het landschap. En wat ik er net al zei, het gaat niet zozeer om de donatie, maar het gaat om het eigenaarschap. Nou, waarom zouden boeren nou meedoen? Want uiteindelijk sommige mensen zeggen van ja, weer zo'n club die alleen maar met de natuur bezig is. Dus sommige boeren zijn absoluut sceptisch en dat mag. Maar uiteindelijk zijn er gelukkig ongelooflijk veel boeren die wel heel graag meedoen. Omdat die ook wel zien dat die omslag, die transitie, die moet gemaakt worden. En dan kan je maar beter partijen hebben die daar een handje in willen helpen. En dat handje helpen is bijvoorbeeld gewoon een lagere kapitaallast of een lagere pachtprijs. Nou, als je het over centjes praat, dan zijn de oren meestal wel gespitst. En het is daardoor een makkelijker, een snellere weg om in transitie te gaan. Om de eerste 2 jaar zijn altijd het moeilijkst om die door te komen. Maar er zitten inmiddels ook ruim 14.000 betrokken consumenten zitten daarachter met hun gezinnen. En dat is natuurlijk ook een interessant afnamepotentieel voor de boeren geworden. En er zit een heel netwerk om land van ons heen. En dat zien we bij meer en meer gebeuren, dat verschillende partijen ons benaderen en dat we onze boeren daarmee in contact brengen. Nou, dan praten we even heel specifiek over wat is nou het land van ons perspectief voor de Vrouwen Vennepolder hier om de hoek. Nou, land van ons wil experimenteren met nieuwe teelten. Nederland, de landbouw in Nederland is hoofdzakelijk aardappelen, uien, mais en bieten.
Dat is zeg maar grofweg de vier producten die hoofdzakelijk van het land komen. En natuurlijk gras voor de melkveehouders. En uiteindelijk denken we dat wil je de landbouw meer biodivers maken, zul je ook met andere producten aan de slag moeten gaan. En wij gaan dat absoluut niet uit de weg. Wij gaan die uitdaging aan. Nou, dus het verhogen van de biodiversiteit is onze nummer één leidmotief, ook hier om de hoek. En educatie, het betrekken van burgers bij het landschap. Wat gebeurt er nou eigenlijk om je heen? Waar komt je voedsel vandaan? Hoe werkt dat nou eigenlijk? Er zijn ongelooflijk veel mensen die als ze langs de snelweg rijden en ze zien een fantastisch groen biljartlaken, dat ze zeggen, oh, wat mooi zeg, wat ziet dat er prachtig uit. Terwijl ze eigenlijk helemaal niet weten dat er nauwelijks leven zit in een Engels rijgras monocultuur. En het verdienmodel, wat ik net ook al over had, het verdienmodel van natuurinclusief boeren willen we helder krijgen. He, uiteindelijk Nederland heeft iets geloof ik 3,5 of 4% biologische boeren. En de rest is of afwachtend of zit te kijken van ja, wanneer zal ik gaan? Wanneer word ik geholpen om te gaan? En een van de zaken is natuurlijk dat verdienmodel gewoon helder krijgen. Want een beetje boer, ja, redeneert natuurlijk gewoon heel simpel. Is als het meer oplevert dan dat het kost, dan wil men wel meedoen. He, dus dat is voor ons een hele belangrijke in. Nou, niet alleen in de vrouwenvennepolder, maar ook hier. Dat is het even in het kort over de introductie van Land van Ons. En er zijn vragen. Ja, ik heb twee vragen. Eén is, ik zie heel veel plaatjes van veenweidegebied. Maar je hebt het over landbouwgrond. Ja. Je hebt het over andere soorten grond dan alleen veenweiden. Klopt. Ja. Ja. Land van Ons heeft inmiddels 8 percelen. De vraag is plaatjes. De plaatjes gingen over het veenweidegebied. We hebben het over akkerbouw. Dus we kopen ook andere soorten grond. En dat klopt. We willen ze heel graag een heel divers palet aan landbouw bedienen. Of in onze portefeuille hebben, of hoe je het maar noemen wil. Dus uiteindelijk hebben we zandgronden, kleigronden, hoogveen, laagveen, et cetera, et cetera. De tweede vraag gaat over de exploitatie. Want als je eigenaar bent van de grond, dan heb je ook exploitatielasten. Nou had je het over zeg maar een verdienmodel, wat je toch zeg maar, bij extensief gebruik toch een bepaald verdienmodel wil realiseren. Hoe doe je dat met administratie, met pacht en zo? Heb je daar regels voor? Of worden alle gronden in gebruik gegeven? Oké, dus dus de vraag is eigenlijk van hoe werkt het met pacht en exploitatie en beheer binnen Land van Ons? Nou, wat we doen is dat als we getipt worden of als we benaderd worden voor landbouwgrond, want heel eerlijk gezegd is dat de manier waarop het gaat. Ik denk dat wij elke week zo'n 10 tot 20 voorstellen krijgen om landbouwgrond aan te kopen. En dat is een ratje toe van leden die zeggen, goh, mijn overbuurman zijn plekje staat te koop. Tot boeren die ons benaderen en zeggen, ik wil stoppen. Tot boeren die zeggen, ik wil graag uitbreiden. Tot jonge boeren die zeggen, ik wil graag starten, maar het is te duur, et cetera. Dus al die partijen, die daar doen we wat mee, die verzamelen we. En als we dus op zoek gaan naar een perceel of als we dus ergens aan de slag gaan, dan proberen we al heel snel een beheerder aan een perceel te koppelen. Nou, een beheerder in ons geval is ofwel een biologische boer, ofwel een BD-boer, of een boer die in transitie wil gaan. Dus mensen die zijn maar half mee, half zwanger, dat werkt niet. Dus je moet meegaan in onze gedachtegoed. En als je dat dan wil, dan hoort daarbij een lagere pachtprijs. Dus dat betekent heel simpel dat je een heel groot gedeelte van je exploitatie als boer, die kosten daarvoor zijn al een stuk weggenomen. Dus dat hele simpele feit maakt het al heel, ja, een heel stuk makkelijker. En dat is uiteindelijk ook wat we zeggen. Het Land van Ons is opgericht om, nou ja, hoe zeggen we dat? Nou, het is niet zozeer speculatie met grond, maar het is gewoon meer om grond uit de markt te halen als het ware. En om boeren een kans te geven om gewoon op een normale manier, op een natuurvriendelijke manier, te kunnen boeren. Ja, of het uit de industrie, ja, god, weet je, je kan er allerlei termen voor noemen. Wat we in ieder geval doen, is wij kopen die landbouwgrond en het gaat ons niet om het financieel rendement. En het gaat dus onze deelnemers niet om het financieel rendement. Dus we hoeven niet
hele hoge pachtvragen. We dwingen daardoor de boer niet om de intensieve kant op te gaan. Sterker nog, we zeggen van joh, je gaat die andere kant op. En als dat betekent dat de pacht 500 of 400 moet zijn in plaats van 1000, dan vinden we dat helemaal niet erg. Want het gaat ons juist om dat er op een andere manier geboerd moet worden. En dat, dat verhaal slaat aan. Ik moet eerlijk zeggen dat we, wat ik al zeg, de ledenaantallen groeien elke dag gelukkig. De vermogensaanwas groeit elke dag. En ook de aantal percelen die we in portefeuille hebben, nou, groeit niet elke dag, want zo snel gaat het niet. Maar de lijst met projecten is erg lang, kan ik vertellen. Nog meer vragen? Ja. Ja, ga je de gang. We zitten hier bij elkaar vanuit Holland-Rijnland. Ja. Dat is omdat er een subsidie is gevraagd. Ja. Dat komt niet in het verhaal voor, subsidies. Nee, klopt. Als je het verhaal hoort, is het net alsof de leden alles opbrengen, maar dat is dus niet. Nou, de leden kopen landbouwgrond. Dus de leden zeggen, wij willen de landbouw zo snel mogelijk biodivers maken. We willen het landschap zo snel mogelijk herstellen. Dus wat gebeurt er in dit soort voorbeelden? We zijn hier gekomen in oktober, hebben we 22 hectare gekocht. In contact getreden met de universiteit. En uiteindelijk is Holland-Rijnland daar op enig moment aan tafel gekomen. En zijn we gaan praten over wat zijn de mogelijkheden. Nou, en toen is onze vraag gesteld van, goh, wij zouden graag 10 jaar lang wetenschappelijk onderzoek op jullie plot willen doen. Nou, dat is oké, daar zijn we niet vies van, dus daar willen we graag over praten. En toen is tegen ons gezegd, ja, maar wacht even, dan moeten we ook nog een stuk erbij hebben, anders dan werkt het niet. Nou, dat lag niet in eerste instantie in onze gedachtegang. Dus toen zijn we verder gaan praten. En ja, als je dan bij elkaar komt en dan ga je over het hele proces praten, zijn wij tot de conclusie gekomen, dit is interessant, dit moeten we doen. Want uiteindelijk, wat ik al eerder zei, we zijn niet vies van experimenten. We vinden het heel belangrijk om het verdienmodel van natuurinclusief boeren helder of helderder te krijgen. En om boeren perspectief te bieden. En dat betekent dat ook in op dit soort plekken. We bezitten ook in Friesland perceelveenweiden. Daar spelen andere, maar vergelijkbare zaken. En we zullen in de toekomst, we zijn op dit moment bezig met een perceelveenweidegrond in de provincie Utrecht. Daar komen ook dit soort dingen weer terug. Dus uiteindelijk om echt goed en gedegen aan de slag te gaan is van interesse, is in ons belang. Dus, maar de route bij Land van Ons is in zekere zin andersom. Wij kopen het land, wij gaan dan met partners om de tafel en we gaan dan kijken of we dingen kunnen rondbreien. Het is niet zo, we zullen nooit bij de overheid onze hand ophouden en zeggen, mogen we alsjeblieft zoveel geld hebben, anders kunnen we het land niet kopen. Dat zullen we nooit doen. Dus ons perspectief, een ander voorbeeld kan ik geven, we hebben kort geleden in Onnen, prachtig stadje vlak onder de stad Groningen, echt er tegenaan, 26 hectare grond gekocht met een hele mooie pingo-ruïne erop. Dan zegt u natuurlijk allemaal, net als Huttetut, dat is mooi. Maar een pingo-ruïne, dat is een heel zeldzaam landschappelijk verschijnsel. Dat stamt uit de ijstijd, Maarten weet het wel, denk ik, of niet? Ja. Nou, als ik het niet goed uitleg, dan moet je me zeggen, maar wat ik ervan heb begrepen is dat in de ijstijd zeg maar, het land omhoog werd gestuwd en toen het weer warmer werd, zakt het als een soort plumpudding in elkaar, waardoor er een soort kuil is ontstaan. En dat is nogal zeldzaam, er zijn er maar een aantal van in Nederland. En laten wij nou eentje gekocht hebben. Blijkt er ook nog een grafheuvel verderop het perceel te zijn. Prachtig. En maar wat gebeurt er dus? De stad Groningen die klopt bij ons aan de deur en die zegt, hey, jullie hebben dat, daar willen we graag over praten, want dat willen we toegankelijker maken, daar willen we wat meer mee doen, daar hebben we subsidie voor beschikbaar, kunnen we erover praten? Nou, dan zeggen we, prima, de deur staat open, daar gaan we over praten. Wij zijn al eigenaar, we willen onze plannen doen, maar we zullen natuurlijk, je bent natuurlijk gek als je partners vanuit overheid of wat ook maar op die manier niet uitnodigt om mee te praten. Dus dat zullen we altijd doen. Maar de route is denk ik net een tikkeltje andersom. Ja. Want het gaat nu om een grote subsidie. Hoe is die subsidie ingebracht in het kapitaal van jullie coöperatie? Of wordt die subsidie, staan er bepaalde diensten tegenover? Kijk, dus de subsidie, ja, de vraag raden. Dus hoe wordt de subsidie ingebracht in Land van Ons? Staat daar? Ja, wordt het als kapitaal ingebracht? Nee, kijk, wordt het als kapitaal ingebracht? Nee, subsidie is, kijk, wat we dus hebben gedaan is, we hadden een stuk grond en uiteindelijk is aan ons gevraagd van jongens om dit project goed te kunnen doen. En dat heeft te maken met de waterkundige aanpassingen. Want een van de belangrijkste onderzoeksvragen of problemen die natuurlijk hier spelen, is de verlaging of de laagte van het grondwaterpeil. Dus om het grondwaterpeil
omhoog te krijgen tot 20, 25 centimeter onder het maaiveld, moet je de polder, dat gedeelte van de vrouw Vennepolder, waterkundig kunnen isoleren. En dat kon niet met onze 22 hectare, dat kon alleen maar met het totaal. Dus dat betekende dat we nog een kleine 12 hectare bij moesten kopen. Nou, dat is iets wat we niet in eerste instantie in onze planning hadden. Dus dat kost geld. En daarvoor hebben we dus gezegd van, nou ja, maar luister, dat willen we in het grote geheel wel doen, maar er moet iets tegenover staan. En dus dat is een deel van de subsidie. Hè, dus dat is een deel grondaankoop, zoals ik het maar zou noemen. En dit zijn mijn termen, hè, dus het is misschien niet helemaal de Holland-Rijnland termen, maar vergeef me dat dan maar. Een ander deel is wat we dan noemen een stuk pachtverlies. Want we gaan hier toch wel wat dingen doen die je normaal in een landbouwgebied niet zou doen. He, dus experimentele teelt, er moeten speciale bakken worden aangelegd. Het is nogal experimenteel vergeleken met wat er normaal gebeurt. Dus dat betekent dat je niet alleen over pachtverlies praat, maar je praat ook gewoon puur over kosten. De experimenten gaan heel eerlijk gezegd, zeker in de begintijd, gewoon geld kosten. Omdat er geen boer te vinden is die zegt van joh, laat mij dat maar even doen, want daar weet ik wel een verdienmodel voor. Dat verdienmodel is er eerlijk gezegd nog niet. Ik had het net over huttentut. Huttentut is een zaadje wat lijkt op koolzaad. Nou, het is een typisch eenzelfde soort voorbeeld. Dat planten we nu in Drenthe. En daar gaan wij een mooie olie van maken. Ja, dat is een nieuw product. Als wij nu bij een boer aankomen, dan kijkt hij aan met glazige ogen en zegt hij, nou, laat me zitten, daar heb ik geen zin in. Dus grondaankoop, pachtverlies. Andere deel is infrastructurele aanpassingen. Er moet gewoon heel veel gebeuren. Een van de onderzoeksprojecten of een van de onderzoeksdoelen, Maarten zal er meer over vertellen, is het laten groeien van veenmos. Waardoor er klei op veen hiernaast. Dus dat betekent dat een stuk moet worden afgegraven. Nou, dat kost geld. Dat betekent simpelweg bulldozers het land in en daarmee aan de gang. Er zullen wat meer paden moeten komen vanwege de experimentele teelten. Dus er is een heel aanzienlijk bedrag aan infrastructurele aanpassingen, om het zo maar te zeggen. En als vierde is het beheer. 10 jaar lang een organisatie intact houden, 10 jaar lang zorgen dat dat dit onderzoek gedaan kan worden, dat kost een beetje geld. Ik heb net verteld dat wij een 100% vrijwillige organisatie zijn op dit moment. Wij weten niet of we dat kunnen blijven, heel eerlijk gezegd. Daar streven we wel naar, maar als je 1000, 2000, 5000, 10.000 hectare bezit, is de kans heel groot dat dat niet meer gaat lukken. En dus een van de eisen die de universiteit heeft gesteld en ook Holland-Rijnland is, er moet wel een iets wat professionele organisatie tegenover staan. En dat betekent dus dat er iets van beheer geregeld moet worden. En dus dat is zeg maar grofweg het vierde deel. Pak een beet. Beantwoord dat de vraag? Ik zit even te kijken wat een deel van de vragen en antwoorden zitten op het vlak wat Maarten Zama. Nog een laatste vraag dan? Ja, over dit stuk. Ik hoor eigenlijk dat je een stuk aangeeft. Je koopt hier geen weidegebied. En blijf je dat als grasland exploiteren? Of hebben jullie het idee, op een gegeven moment, ons precies verstand bent in de gebieden die jullie aankopen, maar onder gebruik? Oftewel, eigenlijk in het verlengde van de vraag van zojuist, dat je veenweidegebied gaat omzetten naar akkerbouw. Oké, dus de vraag is, je koopt veenweidegebied en blijf je dat als grasland zien of ga je daar akkerbouw doen? Nou ja, de eerlijke vraag is dat we het nu nog niet precies weten. Daarom gaan wij verschillende experimenten doen. Kijk, wat we denk ik wel weten is dat op een intensieve manier doorgaan op de huidige basis met een laag grondwaterpeil, et cetera, is waarschijnlijk niet de beste oplossing. Zowel niet voor zaken als bodemdaling, CO2-uitstoot, et cetera, et cetera. Dus dat betekent dat we gaan experimenteren. En dat betekent dat we zowel met verschillende typen gras en hooiland gaan experimenteren. Dat wordt het grootste gedeelte. Maar we gaan ook andere teelten doen. Ik neem aan dat Maarten het een en ander over gaat vertellen. Maar we gaan dus een aantal andere zaken doen. Om te proberen te kijken of er een ander verdienmodel mogelijk is. In combinatie met die nattere grondwaterstand. Want dat is natuurlijk de basis.
He, straks ligt daar een 33 hectare waarbij het grondwaterpeil op 20, 25 centimeter onder het maaiveld zit. Dus dat betekent simpelweg dat je, ook al ga je daar als blijvend grasland, betekent dat ook dat je later kan gaan maaien. Dat je met lichtere machines het veld op moet. Dus ook daar zul je dingen moeten veranderen. Dat is een mooie overgang naar Maarten, denk ik. Ja, we komen op het schrijfvlak van wat Maarten gaat vertellen. Geef ik de microfoon aan het schoonmaken. Ja, oké. Ja, we gaan netjes doen. Dankjewel. Goedenavond allemaal. Hallo, ik ben Maarten Schrama. Universiteit Leiden dus, zoals ik al werd geïntroduceerd. En ik sta hier niet namens mezelf, ik sta hier namens een hele grote schare, zeer enthousiaste, deels jongens, deels wat oudere, onderzoekers en allerlei lui van allerlei pluimage. En ook jullie, sommige van jullie, denk ik. Even kijken. En wat ik hier ga vertellen is een verhaal over het gebied en wat we daarmee zouden willen gaan doen. Dus het beetje de inhoudelijke kant waar net ook al wat een en ander naar gevraagd werd. Oh, ik moet... ja, sorry. Even kijken. Voordat ik ga beginnen... Bas heeft natuurlijk al het een en ander geïntroduceerd, maar ik denk dat het toch nog goed is om het heel even over te hebben. Het gaat hier om een aantal uitdagingen waar we volgens mij ons heel goed bewust van moeten zijn. En we zitten in feite, en dat voelen we misschien niet zozeer, behalve dat het opnieuw de warmste juni ooit is, op vele vlakken op een soort kantelpunt. Als je mensen vraagt in Nederland, waar denken jullie aan? Natuur. En dan noemen mensen allerlei landschappen waar eigenlijk waar die niet oogstbaar zijn. Hè. Er wordt wel een beetje zo her en der wat riet uitgehaald. Maar het adagium in dit soort gebieden is leave only footprints. Hè, je mag er wel doorheen lopen. En wat interessant is dat dit allemaal oud landbouwkundige landschappen zijn. Als mensen het over dit soort dingen hebben. Als je vraagt aan mensen hoe ziet nou landbouwgebied eruit, dan komen ze vaak uit op inderdaad op. Monocultures, gebieden waar op dit moment niet zo vreselijk veel biodiversiteit is. De meest algemene diersoort in dit soort gebieden is vaak de mens, vaak een man op een trekker. En wat interessant is, iets meer dan 100 jaar geleden bestond het hele fenomeen natuur niet. Hè. Natuur is een hele recente uitvinding en op dat moment zat het landschap, ons hele landbouwkundige landschap, eigenlijk vol met biodiversiteit. Dus nou, wat is de vraag? Wat is er nou precies gebeurd? Ik dacht even één stapje terug. Nou, na de Tweede Wereldoorlog hebben we nooit meer hongerwinter. Dat heeft een rol gespeeld natuurlijk. Een grote focus op export van landbouwproducten. Nederlanders zijn nog steeds, denk ik, heel trots op de enorme hoeveelheid landbouwproducten die in Nederland produceert. Dat is gepaard gegaan met druivenkaveling, schaalvergroting, enorme monocultures. Bas had het er ook al over. Verregaande intensivering, peilverlagingen in het veenweidegebied is dat natuurlijk heel belangrijk. En het resultaat daarvan is een dramatische afname van de biodiversiteit geweest. Hier aan de rechterkant zie je nog even een grafiekje waar ik het allemaal in samengevat heb. Dit zijn allemaal vogels. De vogels zijn goed bijgehouden over de overgelopen 60 jaar. En wat je ziet is dat eigenlijk gewoon allerlei dingen nemen af. En dat weten we natuurlijk ook wel. Bas liet dat net ook zien. Maar wat interessant is dat de hoeveelheid boeren in het landschap met precies dezelfde, of eigenlijk nog sterker dan de hoeveelheid weidevogels in het landschap afneemt. Dit is eigenlijk een hele goede illustratie dat het niet alleen het perspectief voor de weidevogel behoorlijk slecht is, maar het perspectief voor de boer is ook behoorlijk slecht. En dat is interessant, want we wilden juist dat boerenland productiever maken. Dus dat is, dat heeft niet voor iedereen eenzelfde hoeveelheid perspectief opgeleid. Maar nog heel even over die peilverlagingen. Ik vind het altijd een heel mooie schilderij van Jan van Gooyen. Eind van de middeleeuwen, gezicht op Leiden. En wat je heel mooi ziet op dit schilderij is dat eigenlijk op dat moment, dat is eigenlijk vlak voordat molens commonplace werden, het land nog min of meer op het niveau lag van de stad. De boezem was ongeveer net zo hoog als het boezemland. Op dat moment was het veen rond Leiden al 3 meter gedaald. Hè, en door verregaande peilverlagingen, ten bate van de grasproductie natuurlijk, hè, voor de veehouderij in feite, hebben we onszelf diep onder NAP gepompt. Hebben we vrij succesvol gedaan. We zitten nu ongeveer 1,05 meter onder waar we 1000 meter
1000 jaar geleden zijn begonnen. Dus je kijkt naar buiten hier, het is natuurlijk een schitterend landschap, de Boterhuispolder, maar bedenk dat je 1000 jaar geleden hier tegen een berg van 5 meter veen aan zat te kijken. Ja, dat is behoorlijk hoog hier. Hè? Nou, dat is dus een breed scala aan uitdagingen. Nou, ik had het natuurlijk al over de biodiversiteit. Ik denk dat het wel belangrijk is om nog heel even te benoemen. Dat het gaat natuurlijk ook gepaard met hele grote emissies uit het landschap. Niet alleen van stikstof, maar ook van CO2. Dat zijn natuurlijk enorme opgaven in het landschap. En dat is eigenlijk ook gelijk opgegaan met die enorme afname in biodiversiteit. Dus als je het water onttrekt uit de bodem, dan gaat je bodem naar beneden. En uit iedere centimeter bodemdaling gaat er tegen de huidige koolstofprijzen ongeveer 5000 hectare CO2 rechten per jaar de lucht in. Dus het is best interessant eigenlijk als je dat zou kunnen vermarkten. En daarbovenop hebben we natuurlijk nog een enorm probleem, namelijk dat de zee vlak naast ons ligt. En we weten allemaal van de wet van de communicerende vaten dat als het ene vat leger is dan het andere, dat die toch de neiging heeft om vol te stromen. En dat is waar we steeds meer last van gaan hebben. De grote delen van de Haarlemmermeer hebben daar natuurlijk nu ook al last van. En de zoute kwel gaat eigenlijk alleen maar toenemen. Met bodemdaling heb je dat de hoeveelheid zout wat omhoog komt steeds verder toeneemt. Nou, dat is ook onhandig. Daar hebben we het al een aantal keer over gehad. Het gebrek aan perspectief. Dus je ziet hier ook de afname van het aantal bedrijven over de loop der tijd neemt veel harder af dan de oppervlakte van het agrarisch land. Sommige mensen denken nog, ja, het agrarisch land wordt ook volgebouwd en dat is een verklaring voor het verdwijnen van de boeren, maar dat is niet zo. De boeren verdwijnen veel harder dan het agrarisch land verdwijnt. Nou, even bij elkaar opgeteld. Biodiversiteit naar beneden, stikstof en CO2 vliegt het systeem uit. Met alle problemen van dien, de bodems dalen, de zoute kwel neemt toe, het perspectief van de boer neemt af. En daarbij, en dat vergeten mensen nog wel eens, is het begrip over en weer uit de urbane gebieden en de plattelandsgemeentes neemt ook steeds verder af. Dus de boeren, die worden continu bevraagd door de stadse bewoners waarom ze niet even het landschap op een betere manier behandelen. Terwijl die stadse bewoners niet betalen voor niet de prijzen betalen die eigenlijk nodig zouden zijn om te betalen voor dat landschapsonderhoud waar zij nou zo ontzettend belang aan schijnen te hebben. Nou, het hele idee van dit project is dat al die pijlen eigenlijk omgekeerd zijn. Alle pijlen moeten op groen, biodiversiteit moet omhoog en wij denken dat weten we niet zeker, maar we hebben een heel donkerbruin vermoeden dat biodiversiteitsverhogende maatregelen een sleutelfactor zijn voor het omdraaien van bijna al die pijlen, mits het ook gelijk opgaat met een verbeterd perspectief voor de boer. Dat betekent natuurlijk dat we op een andere manier ook om moeten gaan met het verdienmodel van boeren. Dat mensen niet alleen maar op de wereldmarkt moeten concurreren om hun prijs en dat de enige manier is hoe zij een inkomen komen. Dat is ook dat we agrariërs moeten gaan belonen voor al die andere dingen die je eigenlijk ook van ze verwacht. En daar gaat dit project natuurlijk ook over. Nou, oké, dan hebben we al deze doom en gloom gehad en dan krijgen we ook nog dit. Dat is goed nieuws voor sommigen en slecht nieuws voor anderen. Dit is even een mooie visualisatie van waar ligt de wijnstreek van Europa in 2050. We denken nu altijd, wijn, dat is een beetje zoals uit Spanje en zo. Maar wij liggen in 2050 in het midden van de wijnstreek. Dus voor al die mensen die denken dat we tot in het einde van de komende eeuw nog weidevogels aan het beschermen zijn in deze regio's. Hoeveel weidevogels zijn er in Barcelona? Heel weinig. Het idee dat je je lange termijn succes van een project wil vastkoppelen aan hoeveel weidevogels er op termijn in een gebied zijn, dat lijkt mij een onverstandig idee, omdat heel veel van dit soort dingen, zelfs met de hoeveelheid CO2 die we nu uitgestoten hebben, al sowieso gaan gebeuren. Dus dat is, goed. Ik wil even zeggen, dat is belangrijk om dat in het achterhoofd te houden. We wonen in een veranderende wereld en het gaat sneller dan ooit. Daar moeten we rekening mee houden in alles wat we doen. Nou, gelukkig zijn er dus ook kansen. Bas heeft laten zien, Land van Ons, fantastische organisatie. En die maakt het mogelijk dat dit soort dingen nu aangepakt worden. Ik ben normaal ik geef college op de universiteit. Ik vertel mensen over al dit soort dingen. En we doen nooit iets. Want we hebben nooit de mogelijkheden om daadwerkelijk echt een keer iets te betekenen. We kunnen wel
praten met boeren, praten met overheden. Maar wij hebben die grond niet. We moeten mensen overtuigen om iets te doen. Hoe overtuigen wij mensen om met hun vermogen te gaan gokken op iets wat wij denken dat misschien een goed idee is? Nou, Land van Ons is zo'n organisatie die denkt dat ze daar wel aan willen. Dus zonder Land van Ons was het nooit gebeurd. Maar het is heel belangrijk dat het niet alleen samen met Land van Ons gaat. We hebben de boeren nodig, we hebben de burgers nodig, we hebben de overheden nodig. En de kennisinstituten. Nou, gelukkig heeft de regio waar we in zitten alle vier. Dus dat is mooi. Dus je zou zeggen, dat gaat lukken. Er zitten nog toch wel haken en ogen aan. Maar wat mooi is, is de afgelopen weken hebben we met heel veel boeren, we zijn eigenlijk al een jaar in gesprek met heel veel boeren. En voor mensen die het nieuws bekijken, die zouden misschien denken, ja, boeren die willen niks en die willen gewoon door met op de ingeslagen weg. En alle keukentafelgesprekken die wij gevoerd hebben de afgelopen weken laten zien dat de meeste boeren zeggen, als jij mij een plan geeft waarvan je zegt, zoveel kost het om die verandering in te zetten, dan zie ik niet in waarom ik dat niet zou doen. Hè, er zijn er heel veel mensen die wel degelijk hun ogen en oren open houden voor die transitie. En daarmee is dit gebied ook een heel speciaal gebied, denk ik. Ik heb zelf in Zuidoost-Brabant gewerkt en daar is dat niet het geval, kan ik u vertellen. Maar in dit gebied is dat wel waarschijnlijk mogelijk, omdat heel veel boeren sowieso al maar een beperkt deel van hun inkomen uit de agrarische sector halen. En sowieso al veel beter om zich heen kijken naar wat er mogelijk verder is. Dus dat geeft het, dat is een belangrijke kans. Dus een groot netwerk van burgers, veel enthousiaste boeren. Alle partijen kijken naar elkaar, want uiteindelijk zo'n groot en meeslepend project opzetten, dat vereist wel enige moed natuurlijk. En die stap moet genomen worden en dat gaan wij hopelijk doen. Nou, wat gaan we nou doen? Die visie. Onze visie hierop. Het idee is, we beginnen met een proof of principle. We laten zien, na aanleiding van heel veel gesprekken die we het afgelopen jaar hebben gevoerd, met mensen van allerlei universiteiten, kennisinstituten, Landschap Noord-Holland, het Veenweide Innovatiecentrum is nauw betrokken geweest bij de hele totstandkoming van dit plan. We willen kijken naar verschillende vormen en kijken in hoeverre die kunnen werken. En in hoeverre die ons een antwoord kunnen bieden op die uitdagingen die ik u net schetste. Nou, daarna willen we kijken of we de dingen die we uitgevonden, of we die op grotere schaal kunnen implementeren in de omgeving. Werkt het alleen maar toevallig in de Vrouwenvennepolder? Wat is er verder nog nodig om mensen over de streep te trekken? En daarna natuurlijk, de Vrouwenvennepolder is 33 hectare, dat is eigenlijk best wel veel. Dat is 66 voetbalvelden, dus je kunt mij, dat is best wel heel veel grond, maar het blijft een lapje. Het idee is natuurlijk dat dit project, het is zo hemelbestormend opgezet dat het ook daadwerkelijk de inspiratie kan geven voor niet alleen Holland-Rijnland, maar ook daarbuiten. Zuid-Holland bestaat voor een heel groot deel uit veenweidegebied. En in grote delen van Europa ligt een band van veenweide. Waar dergelijke experimenten belangrijk zijn en nodig. Oké, die eerste fase, ik probeer het even kort te houden. Die 5 teelten, daar gaan we het zo nog over hebben. Het uitgangspunt is dat het zowel ecologisch als economisch volhoudbaar is en dat we willen weten onder welke randvoorwaarden is dat het geval. Nou, we hebben een grote groep studenten aan het werk gezet om na te denken over wat kunnen we dan doen. Toen kwamen ze met super wilde ideeën als buffelmozzarella gebieden en andere mensen die zeiden, nou dat open landschap, dat hoeft van ons niet. We zetten er een bos neer en dit wordt fruitteelt. Dit zijn allemaal bomen die doen het heel goed op veen. Daar zitten misschien allemaal interessante en leuke elementen in. Andere mensen hebben het over plasdras situaties gehad, paludicultuur. In Oost-Europa wordt daar veel mee geëxperimenteerd. Daar zijn mensen helemaal ingedoken. En al die vormen van inspiratie hebben ons uiteindelijk verder gebracht in dit plan. Maar wat het plan ook wordt, ik denk dat het belangrijk is dat het plan wat wij lanceren antwoord geeft op 3 hele belangrijke vragen. De eerste is, hoe komen we tot hoogbiodiverse vormen van landbouw? En zorgt dit voor economisch perspectief voor de agrariër? Dus dit is een vraag die gaan we te lijf, niet alleen met mensen in Leiden, maar er zijn goede
We hebben in Leiden samenwerking met de Erasmus Universiteit, de economische faculteit daar, Drift en het Copernicus Instituut. Dus die willen heel graag meedoen. Ook met het oude, het voormalige Leij in Wageningen is aangesloten. De tweede vraag is, hoe gaan we om met ons toekomstig waterbeheer? Waterbeheer in dit gebied is extreem belangrijk voor het welslagen van zo'n project. Daarom is het Hoogheemraadschap aangesloten. En daar moeten we op een goede manier mee omgaan. En de derde vraag is natuurlijk, hoe betrekken we de ambassadeurs van morgen? En dan gaat het niet alleen maar om de basisschoolkinderen of de middelbare schoolkinderen. Of de hbo-studenten, de mbo-studenten, die hebben we allemaal, zijn er lijntjes met al die instituten, de universiteitsstudenten. Maar ook met de boeren van morgen. Hoe betrekken we de volgende boerengeneratie hierbij? Nou, boeren op hoog pijl, hoe ziet dat er dan eigenlijk uit? Het eerste onderdeel is denk ik heel belangrijk, is dat het gebied als geheel wordt ingericht met allemaal verschillende teelten. Dit is niet helemaal op schaal. In het begin zal het op veel kleinere schaal plaatsvinden, omdat we een twee-fase beleid voeren in de uitrol van wat we doen. Omdat we ook willen leren van wat we aan het doen zijn. Maar daarmee moet het eigenlijk een showroom worden voor de landbouw van de toekomst. En daarmee is het ook heel anders dan heel veel andere proefprojecten waar mensen onderwaterdrainage inzetten of andere vormen van landbouw. Dat zijn hele eigenlijk kleine iteratieve stapjes die genomen worden. Het hele idee is dat je hier een aantal radicaal verschillende concepten uitwerkt en kan laten zien aan mensen om het inspirerend en aanstekelijk te maken. Voor een deel kunnen de burgers betrokken worden bij de oogst. Dus hier komt het idee is dat hier een soort vorm van gemeenschapstuinbouw op veen komt. We weten dat dit soort dingen kunnen. Mensen zijn laaiend enthousiast over. Alleen dit soort concepten moeten verder uitgewerkt worden. Wat voor andere dingen kunnen we telen in zo'n gebied? Dit gaat eigenlijk, de vijf vormen die we hier hebben, gaan van heel dicht bij de comfortzone van een huidige melkveehouder naar heel ver van de comfortzone. Dus het gaat van extensief kruidrijk graasland, wat eigenlijk een extensieve vorm is van wat we nu hebben, met een hoge biodiversiteitswinst en hopelijk ook koolstofvastlegging en veel minder stikstofuitstoot en dat soort dingen, tot vochtig bloemrijk hooiland, dat kan het wintervoer vormen voor de koeien in een gebied. Het schijnt ook betere melk op te leveren, dat heb ik gehoord. Ik weet niet zeker of dat zo is, dat is denk ik iets wat we zouden moeten bekijken. Dan hebben we het over hoogveenmoslandbouw. Het hele idee van hoogveenmoslandbouw is dat we het veen omhoog laten komen. Dus we kijken of we het land weer kunnen laten stijgen in plaats van kunnen laten dalen door middel van andere vormen van landbouw. En dan is er eigenlijk de vorm die het meest, dit verst buiten de comfortzone valt van een huidige boer, is denk ik meerjarige teelt. Dus dat is niet eenjarige akkerbouwteelt, maar meerjarige teelt. Waar misschien zelfs, dat is een suggestie van de mensen van het Veenweide Innovatiecentrum, dat er visteelt zelfs in geïntegreerd kan worden in dit soort systemen. Zeker als het warmer wordt in dit soort systemen. Nou goed, dat is nogal dat is vrij wild. Maar ook daar liggen heel duidelijke concepten al klaar om aan te leggen. Nou, ik zei al, waterbeheer is cruciaal in dit gebied. Dat gaat niet alleen over bloeiende dijken, een nieuw uitlaatpunt om het peil te verhogen en dat soort dingen. Maar het gaat dus ook over kijken op welke manier we de dalende bodems weer kunnen laten stijgen. En hoe we om kunnen gaan met bloemrijke oevers en de wateren die er nu zijn, die vaak door vele decennia aan intensieve veehouderij afgekalfd zijn en heel breed geworden zijn, of we die door landaanwinning weer iets smaller kunnen krijgen. En als allerlaatste, er staat terugkeer, maar eigenlijk zitten er op dit moment behoorlijk veel grutto's in dit gebied. Belangrijk is ook, en dat gaat weer terug naar die weidevogels, het is niet zo dat dit project tegen weidevogels is. Het hele idee van dit project is dat wat we daar doen, dat het hoe dan ook niet slecht is voor weidevogels. Maar omdat
De verwachting is dat wij de vogels voor een groot deel zullen gaan verkassen naar IJsland en delen van Groenland. Is het niet logisch om te denken dat we hier over 30, 40 jaar nog heel veel weidevogels gaan hebben. Op de korte termijn echter verwacht ik dat, wil ik wel mijn schoenen opeten, als we niet de komende 10 jaar wel degelijk een enorme toename gaan zien van de hele biodiversiteit en zeker ook van de weidevogels in het gebied. Daar mag je me aanhouden. Nou goed, dan de implementatie, dat gaat natuurlijk over dat de boeren in het gebied ook daadwerkelijk enthousiast zijn. Nou, daar hebben ze nu bij monden van alle keukentafelgesprekken die we gehad hebben, zijn ze niet alleen enthousiast in het participeren, maar ook in het verder implementeren, mits we goed nadenken over hoe doe je dat dan. Maar toen zou je iets kunnen vertellen, want ik weet dat dat veel gevraagd is, over de boeren die je spreekt, want je noemt koffer. Ja. Ja. Nou, er zullen natuurlijk boeren zijn die we niet gesproken hebben. Ik denk, wat mensen zeggen is, er is gebrek aan innovatiekracht in, stel we gaan cranberries telen. Waar liggen de ketens? Hoe gaan we die ontwikkelen? Waar moeten we onze producten naartoe brengen? Hoe moet je dat soort dingen aanleggen? Hoe zorgen we ervoor dat je niet eerst 15 jaar geld aan het verbranden bent? Dus het gaat over de mensen vragen naar een kant-en-klaar plan om dat soort dingen te kunnen doen in hun systemen. En dat geldt ook voor de meeste andere dingen. En er zijn allicht mensen die helemaal niks willen. Die hebben wij alleen nog niet gesproken. Er zijn ook mensen die zeggen, ik ben melkveehouder, ik ga niks anders doen dan melkveehouder zijn. Prima, maar dat is niet iedereen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat, ja, er zijn natuurlijk early adopters, mensen die denken, daar liggen kansen, en er zijn mensen die denken, daar liggen problemen. Ja, maar hoeveel boeren heb je gesproken? En als je nou even naar het project kijkt, hoe kunnen ze dat aanhaken? De vraag even. Ja, de vraag is hoe de boeren aan kunnen haken bij het project. Nou, een aantal boeren is gewoon daadwerkelijk straks betrokken als pachter in het gebied. Hè, dat is een manier om boeren aan te haken, denk ik. Als mensen het daadwerkelijk interessant vinden om mee te doen. Nou, daar zijn we gewoon gesprekken over aan het voeren, dus daar wil ik niet al te veel op vooruit lopen. Een tweede vorm is natuurlijk dat we ieder jaar gewoon een open huis organiseren. En daarmee de boel opengooien en eerlijk zijn over wat er gebeurt. Waar staan we? Waar gaan we naartoe? Wat zijn de eerste resultaten? En dat is iets wat we gewoon met de lokale coöperatie hier ieder jaar willen organiseren. Denk je van, nou, daar mis ik iets? Ja, Thomas, ik stel deze vraag ook omdat ik in heel veel sessies die ik had. Ja. Een half jaar was ook al de vraag, is LDO aangehaakt? In welke organisaties zijn aangehaakt en in hoeverre kunnen zij, ja, als dit succesvol blijkt te zijn, meeliften dit succes, zodat ook in de omgeving het een uitstralingseffect heeft? Ik zeg dat ook omdat het bijvoorbeeld, ja, een belangrijke reden is. Nee. Maar we hebben bijvoorbeeld dus toevallig afgelopen week hebben we met het bestuur. Even kijken, de. Nou ja. Groene Klaver. Ja, we hebben met het bestuur van de Groene Klaver gesproken. En de Groene Klaver is een organisatie die over het agrarisch natuurbeheer gaat. En ook die. En die geven ook aan dat mensen zitten te springen om andere ideeën. Ze hebben beperkte capaciteit voor het uitwerken van scenario's over wat kan je nou met het land. Er komt in 2023 een nieuwe Europese verordening aan. Daar moeten zij ook weer iets mee. En ook zij zijn in die zin betrokken. En wij gaan als we daadwerkelijk gaan beginnen met de uitrol, gaan we ze vanaf september, hebben we afgesproken, dat ze nauw zijn betrokken bij de uitrol van het hele project. En zij zijn natuurlijk ook weer een ambassadeur naar de melkveehouders in ieder geval in de omgeving. Daniel, het verlengde toch wel een gewijde vraag.
een plot van ons geeft aan dat zij natuurlijk eigenlijk van een plot met de bedrijfsvoering volledig omzet naar natuurvriendelijk. Maar als ik dit begrijp, krijg je dus een deel van de boeren die wellicht zullen participeren in de 33 hectare. Maar daarnaast moet je normaal op de bedrijfsvoering houden. Dus hoe verhoudt zich dat met de uitgangspunten van ons? Nou, op de gebieden waar de boeren actief. Oh ja, de vraag is hoe de participatie van de boeren in dit gebied zich verhoudt tot de gebruikelijke bedrijfsvoering van de boeren in. Ja, maar dat is natuurlijk voor een deel of dat het antwoord daarop is. Zien zij het zitten om hierin te participeren? Vinden zij het spannend genoeg om hierin te participeren? En zo ja, dan is het aan hun grotendeels om dat rond te krijgen. Dat wil niet zeggen... Wat zeg je? Oh, misschien wil jij daar even op antwoorden. Zal ik proberen daar een antwoord op te geven? Kijk... Ik denk dat we ook heel realistisch moeten zijn in dit project. Er is maar 33 hectare, dus we kunnen geen 20 boeren herbergen. Het is gewoon heel simpel. We hebben te maken met praktische uitgangspunten. We hebben een boer waarmee we samenwerken, Jan van der Poel, vlakbij. Dat heeft ook zijn reden, omdat een deel van het land van hem is geweest. We hebben het van hem gekocht, dus dat is gewoon een hele eenvoudige optelsom. We willen geen 10 boeren er hebben rondlopen, omdat het praktisch onuitvoerbaar wordt. Dus dat betekent dat als we met 5 verschillende teelten gaan werken en we praten over kruidenrijk grasland en vochtig hooiland, dan is Jan van der Poel heeft al lang aangegeven dat hij graag daar onze partner in wil zijn. Dan praten we over de meerjarige teelt aan de ene kant. En dan praten we over de lisdodders en de cranberries aan de andere kant. Nou, dat zijn dermate experimentele teelten. Daar staan ze heel eerlijk gezegd niet voor in de rij. Dat is gewoon zo. Maar tegelijkertijd, als wij zeggen van joh, er komen straks mogelijk frambozen en bramen uit de vrouwenvennepolder. Dan zijn er een heleboel boeren hier die allemaal aan het verzuivelen zijn. Die maken allemaal yoghurt, ijs en weet ik veel wat. En die kijken in één keer op een heel andere manier. En die zeggen, oh, maar dat is toch wel interessant. Daarmee willen we dan wel samenwerken. Hoe kunnen we dat dan doen? Kunnen we meedenken over de pluk en wat gaat het kosten? Hoe gaat het werken? Daar hebben we gewoon nog simpelweg nog geen antwoord op. Want er staat nog geen struik. Nou, er staan een paar teststruikjes. Maar, dus dat weten we gewoon nog niet. Er gaat een tuinderij komen, juist bedoeld om de binding tussen stad en platteland vorm te geven. Ongetwijfeld lees je de krant waarin de populariteit van dit soort concepten staat. Nou, dat zullen mensen zijn, dat zullen boeren zijn of tuinders zijn die 100% onze principes zullen eerbiedigen. Dat geldt ook voor datgene wat we doen op meerjarige struiken en lisdodden en cranberries. Dus dat staat buiten kijf. Mocht het nou zo zijn dat er een melkveehouder is die in de buurt 60 hectare heeft, een intensieve boer is, maar helemaal bevlogen is om bijvoorbeeld de meerjarige struiken te gaan doen, zijn wij dan de partij die zegt, goh, als jij in het begin een halve hectare struiken gaat doen, dat mag alleen maar als jij 60 hectare op onze principes gaat doen? Nee, zo werkt het niet. Zo'n grote broek durven we niet aan te trekken. Dat is ook niet nodig, denk ik. Wat we hier willen doen is heel duidelijk laten zien dat er met nieuwe vormen van landbouwbedrijven op het veengebied, dat er wel een perspectief geboden kan worden. Dat er rendabel geboerd kan worden. Met inachtneming van onze principes. Met het als uitgangspunt biodiversiteit. En ja, de proof is in de pudding. Als het werkt na zoveel jaar, dan zullen er vanzelf wel meer schapen over de dam komen. Dus boeren zijn aangehaakt. We praten met boeren over de inrichting van het perceel. Over wat er... wat er hopelijk uit gaat komen. Maar het is ook niet zo dat, wat ik al eerder zei, dat we kunnen geen 10 of 20 boeren tegelijk op dat stukje hebben. Dus heel simpel. Duidelijk antwoord. Bart, mag ik er nog op aanspreken? Ja, zeker. Nou, ik heb toch enige angst als ik het verhaal van ons hoor over de principes en ook over de voorwaarden van biologisch en vooral BD, biologisch dynamisch, de leer van die ontwijnen, over de wetenschappelijke onafhankelijkheid van jullie zo vasthouden aan die principes, hoe zit het dan met die onafhankelijkheid van het onderzoek? Oeh, dat vind ik een interessante vraag. Kijk,
Ja, de vraag is, als je de principes van Land van Ons volgt, in hoeverre is het wetenschappelijk onderzoek dan nog onafhankelijk? Dan zeg ik de vraag goed. Nou zijn wij ook niet zo ver van Rudolf Steiner in die zin. Ik weet dat dat de grondlegger van de BD-landbouw is. Wij als Land van Ons hebben bepaalde principes neergelegd. En dat zijn helemaal geen rocket science. Dat zijn zaken die naar onze mening enorm helpen om de biodiversiteit te verbeteren en om de bodem te verbeteren. Een van de uitgangspunten die de universiteit heeft geformuleerd toen we met hun in gesprek gingen, was hun hypothese dat juist een verhoging van de biodiversiteit het antwoord zou kunnen zijn op, wat Maarten net heeft laten zien, vragen als bodemdaling, CO2-uitstoot verkleinen, et cetera. Het terugbrengen van het leven, de binding stad-platteland, et cetera. Dus hun hypothese was juist biodiversiteit is daar het aangewezen methode of aanpak voor. En dat is ook ons aanpak. Dus in die zin denk ik dat het qua wetenschappelijke onafhankelijkheid op zich prima zit. Mocht het nou zo zijn dat de universiteit zegt van, we zijn nu 2 of 3 jaar bezig en we krijgen de meerjarigen krijgen we niet aan de praat, het werkt niet, er moet kunstmest bij, ik noem maar wat. Dat zou een discussie kunnen zijn. Nou, dat zal niet zo goed vallen. Dat is heel simpel. Dus ik denk dat we dan in eerste instantie gaan kijken, maar waarom moet het dan kunstmest zijn? Kan dat niet met vaste mest? Kan dat niet met ruige mest? Waarom moet dat zo specifiek dit zijn? Dus daar zullen de discussies absoluut over gaan. En ik denk dat als om wat voor reden ook, ik kan het me niet voorstellen, want uiteindelijk is kunstmest niks meer en niks minder dan wat het woord zegt. Het is kunstmest, kunstmatige mest. Waarom zou je er geen natuurlijke mest voor kunnen gebruiken? Wij zijn niet tegen mest, wij zijn tegen het injecteren van mest. Dus op zich, de principes die Land van Ons hanteert, zijn heel goed te combineren. Zijn ook heel acceptabel, of heel normaal zelfs, binnen de biologische landbouw. En als je een BD-landbouwer spreekt, dan zal die zeggen, nou Land van Ons, daar kan wel een schepje bovenop. Dus in die zin zijn we niet zo strikt. En naar mijn mening denk ik dat zich dat absoluut niet gaat verhouden tot de onafhankelijkheid van het onderzoek. Ik kijk even... Maar jij een microfoon terug kan nemen. Ja. Ik pak ook nog even een vraag die ik veel gehoord heb. En ook misschien aansluit Marina op een vraag die jij hebt. Er wordt meer onderzoek gedaan in Nederland. Ja, dat is het barst van de Living Labs. Ja. Waterland, ook in deze provincie Zuid-Holland. Ja. Zuid-Wageningen is bezig. Wat zie je nou? Nou, even kijken, ik kan daar een paar dingen over zeggen. Het eerste is dat blijft lastig. De vraag is, hoe verhoudt zich dit onderzoek zich tot de overige initiatieven in Nederland? De Living Labs die er bestaan, de proefboerderij in Zegveld, het Veenweide Innovatiecentrum... Het eerste is, er zijn warme contacten met al deze partijen. Ik had al genoemd Frank Lensink, de directeur van het Veenweide Innovatiecentrum. Die is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van dit project. En een van de redenen dat hij dit interessant vindt, is dat we hier dingen kunnen doen die zij in Zegveld nooit en ten nimmer voor elkaar zouden kunnen krijgen. Maar waar hij wel van denkt dat het heel belangrijk is dat het uitgezocht wordt. Dus dat is het eerste. De Living Labs in de Krimpenerwaard en bijvoorbeeld de Bollestreek, die worden voor een deel gecoördineerd door het NIO. NIO is ook nauw betrokken hierbij. We kennen deze mensen ook. Het grote verschil met die Living Labs is dat het begint in een bestaand project. En dan denk je, dat is goed, want dat betekent dat je gewoon aan kan haken bij bestaande initiatieven. Maar Het doel van dit project is dat we vanuit een gelijke startpositie kijken naar wat is nou het antwoord wat het best bij de uitdagingen van deze tijd past. Dus je begint met een gelijke startpositie en vanuit daar ga je kijken naar hoe die veranderingen zich verhouden. En dat doe je over een veel langere tijdshorizon dan enig van deze projecten.
Al deze projecten duren 3, 4, 5 jaar. En we weten, hè, ik ben als bodemecoloog heel lang bezig geweest met allerlei dingen. We weten dat verandering in de bodem tenminste 5, soms wel 10 jaar duren voordat het daadwerkelijk echt een beetje uit... Hoe zeg je dat? Uitgekristalliseerd is. En dat maakt het een heel uniek project. Ook omdat er dus zo'n grote groep mensen, een beetje van mijn generatie, gezegd heeft, ja, wij willen ons daar ook daadwerkelijk 10 jaar aan committeren, om te zorgen dat het op die manier, dat we echt ergens komen. En ik denk dat maakt het echt een heel andere vorm, denk ik, dan de projecten die er nu al zijn. Ja, ik heb nog steeds... Marina, ik zie dat je boven een vraag stelt. Nou ja, ik laat het allemaal tot me komen. Ik zat nu weer even te denken hoe dit experiment wat je beschrijft... Ja. ...van zich verhoudt tot het taartje van de wijnranken. Nou, kijk... Ah, dat is altijd belangrijk. Hoe verhoudt dit plaatje zich tot het plaatje van de wijnranken? En ik denk, er zijn twee dingen aan de hand, denk ik, in Nederland en in Europa en de hele wereld. Het eerste is dat er een beweging weg is van dierlijke eiwitten. Als we goed kijken naar het veenweidegebied, dan is het enige wat hier geproduceerd worden, is dierlijke eiwitten. Nou, wijnranken is bijvoorbeeld een vorm van voedsellandbouw waar geen dierlijke eiwitten bij komen kijken. En bijvoorbeeld, wat cryptisch genoemd wordt, meerjarige teelt met vis of zonder vis, maar meerjarige teelt, dat is bijvoorbeeld wijn. Hè? En ik bedoel niet dat je in dit gebied wijn kan verbouwen, maar landbouw met bepaalde struiken die hoogrenderende dingen produceren, die ook klimaatadaptief zijn, waarvan we weten dat ze in zuidelijke streken al veel geteeld worden, die kun je heel goed eigenlijk integreren in zo'n systeem. Kijken, uittesten, wat gaat er in de toekomst in dit soort systemen geteeld worden. En daarmee zijn dat soort systemen die dus niet alleen maar het idee hebben dat we gaan nu vol inzetten op andere vormen van dierlijke eiwitproductie, maar juist naar de plantaardige revolutie. Waar gewoon, ik denk, een goede soort reservewiel voor je landbouw in grote delen van Laag-Holland. Je houdt dus rekening met de klimaatverandering en de experimenten die je doet. Alleen het eerdere plaatje van de wijnranken, dat is niet van toepassing op het veenweide. Ja, de wijnranken aan zich, wat je zegt, klopt helemaal. Wijnteelt, dat is meer het idee van hoe kan het Nederlands landschap eruit zien. We weten dat wijnbouw eigenlijk vooral het heel goed op kalkrijke bodems doet. En we zitten hier niet op een kalkrijke bodem. Dus het zou zomaar kunnen dat de Bollenstreek zich eigenlijk zou moeten gaan specialiseren op de wijnvoorziening. En dat zou ik zelf ook een bijzonder goed idee vinden. Want de kalkrijke bodem, volgens mij zitten die ook te springen om betere verdienmodellen. Dat laat ik in een Bollenstreek. Maar ik denk dan, dus terwijl hier moet nagedacht worden over wat kun je met zuurdere bodems. En in die zin is het wel, nou ja, met de wijnbouw in het achterland goed om daar wel over na te denken. Als je dit doortrekt, dan geef je dus eigenlijk aan dat de biodiversiteit die we hier naast streven op termijn niet handhaven is. Want nee. Op dit moment, als ik het zo vervolg, krijg ik een heel andere biodiversiteitsontwikkeling. Ja, kijk, biodiversiteit is inherent heel lastig. Dus, sorry. Kun je nog één keer herhaal de vraag even dan? Nou, als gevolg, als je zegt van we krijgen een verschuiving van het soort landbouw wat je wilt, dan krijg je ook een verschuiving van de totale infra, of dus de planten en dieren bij het begint. Ja. Dan zal het ook consequentie krijgen van de biodiversiteit. Absoluut, ja. Dus inderdaad, dus jouw vraag is, hoe verhoudt de verandering in biodiversiteit zich tot de veranderingen die je hier voorstelt in deze systemen? Gaat die meebewegen of niet? Nou, dat is het lastige van biodiversiteit. Biodiversiteit is altijd in beweging. Hè? Na de laatste ijstijden
is eigenlijk langzaamaan alles naar het noorden opgekropen. He, dan wel geholpen door mensen, dan wel niet. 250.000 jaar geleden stond Nederland vol met kiwis. Zien wij dat als deel van de biodiversiteit? Nee, maar die stonden er 250.000 jaar geleden wel. Dus er is niet zoiets als de Nederlandse biodiversiteit. Die is altijd in beweging en soorten migreren van noord naar zuid. Maar een deel zal zich kunnen handhaven. He, planten en dieren zijn goed in zich handhaven. Dat is wat ze doen. Als je ze niet handhaaft, sterf je en dan is het sowieso klaar. Maar een deel zal naar het noorden migreren en zich niet lokaal handhaven. Een deel uit het zuiden zal naar het noorden gaan. De veranderingen daarin kunnen we natuurlijk niet helemaal voorspellen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om daarvoor open te staan. Dat is denk ik wat we hier zeggen. Ik zie ook niet hoe dat per se... Denk je dat dat strijdig is? Nou ja, hier spreek je iets na, waar je eigenlijk al zegt van, is dat wel vol te houden? Jouw vraag is, je streeft nu iets na waarvan je afvraagt of het vol te houden is. Maar we streven niet een ideaal beeld van de biodiversiteit na. We streven een verhoging na die een bepaalde weerbaarheid van het hele systeem met zich meebrengt. Maar die is niet van seizoen op seizoen zal die veranderen, van jaar op jaar zal die veranderen. Het gaat erom dat een grotere hoeveelheid soorten in een systeem ook aan een systeem een hoeveelheid reservewielen geeft, waardoor een systeem minder snel eigenlijk instort. En dat is eigenlijk een beetje het hele... Daarom is biodiversiteit op zich een ongemakkelijk concept. Maarten, even een huishoudelijke mededeling. Ja. Nou, ik kan daar heel kort over zijn hoor. Ik heb er eigenlijk nog twee. Eigenlijk dit is denk ik het allerbelangrijkste. Kijk, mensen vroegen al, zijn andere partijen aangehaakt? Dit is een sheet met een aantal partijen. Het Hoogheemraadschap, de Hogeschool, Naturalis, de Universiteit, Land van Ons. Dat zijn eigenlijk de partijen van de eerste cirkel. Daaromheen hangt een hele grote waslijst aan andere partijen. Ik noemde de Groene Klaver al. De Radboud Universiteit heeft allerlei proefprojecten gedaan op het veen. Die zijn betrokken. Deltares is betrokken. Deltares heeft een groot onderzoeksprogramma. Dat heet het Nederlands Onderzoeksprogramma voor Bodemdaling op Veen. Het idee is dat dit zou mogelijk de 11e site kunnen worden binnen Nederland wat daarover gaat. En het bijzondere van deze site is dat het klei op veen is. En daar leveren we hele andere vragen dan gewoon veen. En zo zijn er dus een heel aantal onderzoekspartijen. Maar daarnaast zijn er ook de onderwijspartijen betrokken. Omdat een heel groot deel van het onderzoek zal ook mede uitgevoerd worden met studenten in het gebied. Dus dat is waarom we het niet alleen kunnen. Nou, dan hebben we de onderwijs- en onderzoekskant gehad. Om te zorgen dat de ideeën die hier ontstaan, dat die ook terechtkomen op de plekken waar die terecht moeten komen, is het heel belangrijk dat overheden, bestuurders, mensen dit zodanig inspirerend vinden en interessant, dat dit verhaal ook verder komt. Daar komen jullie in beeld. Het is belangrijk dat deze ideeën weer verder komen dan alleen maar... dan alleen maar hier, in de omgeving. En daarom kunnen we dus niet alleen. Ik hoop dat jullie daarom een goed idee vinden om dit te doen. Nou, dank u wel. Dat was eigenlijk mijn presentatie. Maar ik dacht, denk ik dat er nog wel vragen zijn. Ik wil in ieder geval ook weer even één vraag die ik regelmatig heb teruggekregen. Hier, neem hem mee. Doe het toch even zo, hè? Ja. Even de. Ja, gaan we doen. Gaan we doen. Als jij daar staat. Even kijken. Waar hebben we de gel? Ja, dan hou ik het een beetje. Ja.
Dankjewel. Ja, zeker wel. Kijk, ik noem hem zo met... Maarten, dankjewel voor je presentatie. Ik wil in ieder geval de ruimte geven voor nog meer vragen. Ik neem in ieder geval één vraag mee die ik al meerdere malen heb gehoord. En dat gaat toch even over de onderzoekskosten. Ja. Het idee dat Holland-Rijnland is in beginsel betaalt niet mee aan de onderzoekskosten, maar wel de aankoop- en de inrichtingskosten. Maar er zijn meer financiers. Jullie maken ook gebruik van andere fondsen. Jullie moeten fondsen gaan werven voor dat harde onderzoek. En misschien is het goed om daar ons enig inzicht in te geven hoe jullie daar nu in staan. Nee, dat is een hele goede vraag. Onderzoek is niet goedkoop. De harde voorwaarden die jullie ook gesteld hebben, eigenlijk is dat er geen cent naar direct onderzoek gaat. En daarom zijn wij op dit moment in gesprek met andere partijen, de provincie, het ministerie van LNV. Europa heeft, er komen allemaal nieuwe framework subsidies aan de komende jaren. En er is naar schatting 10 miljoen euro om dit onderzoek te betalen. Dat is nodig en dat is waar we mee bezig zijn. Tot nu toe financieren alle instituten dit uit eigen zak. Dat levert nogal een beetje gemor op, her en der. Daar gaan we wel gewoon mee door, omdat we denken dat de kans dat dit lukt en de voortekenen die er zijn, zodanig gunstig zijn dat we ook bereid zijn om die investeringen te blijven doen op dit moment. Dat is goed perspectief. Ja. Ja, er is behoorlijk veel perspectief op dit moment. Ja. Er is een heel kernteam geformeerd om daadwerkelijk dingen binnen te halen. Wacht even. Oh ja, wacht. Zo kan het ook. Een vraag van een hele andere orde is eigenlijk meer op het gebied van de voorschriften. Zoals Hoogheemraadschap die hanteert, die is nogal streng met allerlei gewassen in het land of het veranderen van waterlopen of grondwater. Dat is één. En het tweede, misschien gelden er ook nog wel bestemmingsplanvoorschriften als je zo'n gebied gaat veranderen. Dus de vraag gaat over de vergunningen en toestemmingen van het Hoogheemraadschap en de bestemmingsplannen, wijzigingen die wellicht nodig zijn. Er is met de verschillende instanties, het Hoogheemraadschap, kortsachtig overleg geweest de afgelopen half jaar. Daar zijn eigenlijk inmiddels al het papierwerk om de dingen aan te gaan leggen zoals beoogd, is inmiddels in een stadium gekomen dat het ingediend kan worden, zodra we weten of het daadwerkelijk kan gaan gebeuren natuurlijk. Het Hoogheemraadschap. Ja, er zijn een groot deel van de mensen bij het Hoogheemraadschap die echt fan zijn van dit project. Die dit heel graag willen en ook zien dat het nodig is dat dit soort dingen gebeuren. Dat helpt, denk ik. Bestemmingsplanwijzigingen. Zolang wij niet onder 30 centimeter onder maaiveld graven, wat we ook niet van plan zijn, is er geen archeologische problematiek. En zolang er geen gewassen geteeld worden, hoger dan een bepaalde hoogte, weet ik even niet meer precies hoe dat zit, valt het ook binnen het agrarische bestemmingsplan. Dus in die zin zijn er geen grote bestemmingsplanwijzigingen nodig, voor zover ik weet. Ja, alleen de opstal, daar is nog wel het een en ander over te doen, maar daar wil ik verder mijn vingers niet aan branden. De provincie is nogal streng op groene gebieden en natuurgebieden. Ja, ja, nee, de provincie is ook aan boord wat dat betreft, dus... Eventjes voor de mensen thuis. U kunt meedoen via de chat of via communicatie@hollandrijnland.nl. Als u daar vragen heeft, dan kunnen we ze zo meenemen en dan komen ze hier zo terug in de zaal. Dan ga ik weer terug naar de vraagstellers, naar jullie. Kijk even of er anderen zijn. Zullen we Ashley gewoon eens het woord geven? Ja. Ashley, kom naar voren. Hij is helemaal schoon. Helemaal schoon? Ja. Kijk. Helemaal goed. Even kort voorstellen voor de mensen die mij niet kennen. Mijn naam is Ashley North en ik ben wethouder voor onder andere duurzaamheid in de mooie stad Leiden. En daarnaast mag ik ook de landschapstafel Leidse Ommelanden voorzitten.
En misschien dat jullie je afvragen, waarom staat hier nou een wethouder van Leiden om te vertellen dat Land van Ons toch wel echt een mooi project is waar we mee aan de slag zouden moeten gaan. En dat is eigenlijk, heel veel hele mooie verhalen zijn natuurlijk al zojuist verteld in de verschillende presentaties. Maar ook voor een stad als Leiden en ook voor de regio rondom Leiden en ik durf te zeggen heel Holland-Rijnland, is het Land van Ons een heel mooi project om ons aan te verbinden. En dat heeft in de eerste plaats alles te maken met landschap en biodiversiteit. Hè? De kernwaarden die onderdeel zijn van Land van Ons. Ik ga dat ook niet allemaal herhalen, want dat is al heel mooi toegelicht. Maar ik denk dat we allemaal wel weten en voelen dat we ook ons eigenlijk niet meer kunnen permitteren om daar niet mee aan de slag te zijn. Het is de hoogste tijd om echt werk te maken van landschapsherstel, van biodiversiteitsherstel. En ervoor te zorgen dat onze omgeving nog een mooie en prettig leefbare omgeving is voor de generaties na ons. En daar helpt Land van Ons denk ik heel goed bij. Wat ik zelf daarnaast heel mooi vind aan het initiatief van Land van Ons is dat het ook op al die andere duurzaamheidsthema's flinke impact heeft. Het gaat niet alleen over biodiversiteit, maar het gaat bijvoorbeeld ook over klimaatadaptatie. Dat waterbeheer en het zorgen van een goed waterpeil is cruciaal. Ook voor een stad als Leiden, waar wij in het noorden steeds meer te maken hebben met bodemdaling. Ja, dat goed op orde is. En dat we dan een project in ons gebied hebben, in onze omgeving hebben, waarbij goed geëxperimenteerd kan worden met zo'n thema als grondwaterbeheersing en waterpeil. Ja, dat levert allemaal waardevolle inzichten op voor onze stad, maar ook voor onze buurgemeente en voor de hele regio. Om duurzaam die toekomst in te gaan. Maar misschien wel het allermooiste, en dat is een element dat nog niet veel aan bod is gekomen vanavond, dat is de rol van onze inwoners hierbij. We hebben het heel veel gehad over landschap, biodiversiteit, duurzaamheid. Maar waarom Land van Ons denk ik juist ook zo mooi is om mee aan de slag te gaan als regio, is omdat het dus ook van ons allemaal is. Dat juist ook onze inwoners daar mede eigenaar van kunnen zijn. En ik denk dat in een tijdsgewricht als deze, als de onze, waarbij er veel vragen zijn over wat wij doen als overheid, kritisch wordt meegekeken of dat allemaal wel goed is en terecht. Maar we ook steeds op zoek zijn, hoe kunnen we nou ook zoveel mogelijk samen met inwoners antwoord bieden op die grote opgaven die voor ons rusten voor de toekomst. Ja, dan denk ik dat Land van Ons daar eigenlijk een heel mooi antwoord op kan bieden. Om juist die inwoners allemaal ook ambassadeur te maken van zo'n grote opgave als verduurzaming. En niet alleen ambassadeur, maar zelfs stuurlui. Hè? Onze inwoners bepalen via Land van Ons mede wat de toekomst van dit gebied zal zijn. Als aandeelhouder noem ik het maar even. Hebben daar directe invloed op en kunnen zo ook mede-eigenaar worden van de grote opgaven die ons te wachten staan. Nou, en juist dat vind ik echt een heel waardevol extra element dat we eigenlijk in veel van de andere groenprojecten die wij op dit moment doen als regio nog niet vertegenwoordigd zien. En we zijn druk bezig met bloemrijke bermen in te zaaien en natuurvriendelijke oevers aan te leggen. En ook ik doe dat heel graag. Maar het is af en toe wel een beetje op de postzegel. En ook heel erg vanuit ons, de overheid, misschien wel geredeneerd. Met alle goede bedoelingen en positieve effecten. Dus laten we dat ook vooral blijven doen. Maar de meerwaarde zit er echt in het betrekken van onze inwoners erbij. In ervoor zorgen dat onze inwoners ook invoelen wat die toekomstige verandering betekent. Hoe we daar een antwoord op kunnen bieden. Maar ook, ja, ook mede-eigenaar kunnen zijn. En als zij hier langs fietsen in deze regio ook het effect van hun werk zien. Ook daar gewoon elke dag als ze dat willen trots op kunnen zijn. En ook die invloed kunnen voelen die ze hebben. En dat vind ik heel, heel mooi. Maarten noemde het al, een icoonproject, dat is Land van Ons ook echt. Wij waren ook in de Leidse regio op zoek naar een vlaggenschip. Een vlaggenschip van vergroening en verduurzaming. En ik denk dat we dat in het Land van Ons hebben gevonden. En het is een vlaggenschip waar iedere inwoner stuurlui van kan zijn. En de koers mede kan bepalen, mede kan navigeren waar het gebied naartoe gaat. Nou, en dat maakt het uiteindelijk voor mij als wethouder van Leiden ontzettend interessant om hier ook mijn steun aan te betuigen en ook om met de regio dit eigenlijk te willen omarmen en gezamenlijk een project te hebben waar we trots op kunnen zijn en onze inwoners nog heel lang van kunnen meelaten genieten. Dus vandaar dat ik graag even deze woorden sprak. Zeker, dat ben ik.
de vraag is of we er ook een educatieve invalshoek aan kunnen koppelen. Daar ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat bijvoorbeeld de samenwerking met universiteit, hogeschool, andere onderwijsinstellingen, dat maakt het heel interessant. Ook voor een kennisstad als Leiden. Wij willen juist ook op zoek naar manieren waarop we niet alleen in theorie aan de slag zijn met al onze bevindingen en inzichten, maar ook in de praktijk. Hier met Land van Ons kunnen we dat heel goed tot uiting brengen. En ik zie dat vormen waarbij je dat inderdaad op allerlei verschillende niveaus kan doen. En vind dat ook zelf een heel belangrijk element. Dat juist door mensen te betrekken, mensen ook leren en zich ook gaan verwonderen over hun eigen omgeving. En daar hoort een educatief programma volgens mij bij. Heel kort als aanvulling daarop is, we hebben net een... heel kort als aanvulling daarop, we hebben samen met Juri Matteman, dat is de hoofdeducatie van de Naturalis, het over gehad. En die is laaiend enthousiast, die wil ook heel graag hiermee aan de slag. En die ziet het zelfs als een soort van potentieel dependance van Naturalis, waar schoolklassen, kinderen... hij wil graag een soort zonneboot, net zoals in Nieuwkoosse Plassen hebben, waar kinderen uit de omgeving, vanuit de omliggende dorpen, eigenlijk naar het gebied kunnen om daar in het gebied bezig te gaan met deze onderwerpen. En hij is ook de drijvende kracht geweest achter het verwonderpaspoort en de natuur om de hoek en al die andere dingen. Dus het is wel iemand die niet alleen makkelijk te enthousiasmeren is, maar ook... daadwerkelijk allerlei dingen voor elkaar krijgt. Dus ik heb een goede hoop dat daar wel iets in zit. Ben jij uitgesproken? Ja, op zich wel. Nou, een van de dingen die ik nog niet heel expliciet op noem, maar wat ik wel echt mooi vind, anderen hebben hem ook al genoemd, maar dat is dus juist die verbinding tussen stad en land. Dat is hier een unieke kans. Volgens mij zeggen we dat heel vaak, beleiden we dat met de mond, dat we dat heel graag nastreven. Maar het is moeilijk vorm te geven, concreet. En ja, hier gebeurt dat. En dat vind ik dan als stedeling juist ook heel leuk, dat we dat met zo'n project kunnen doen. Mooi gesproken. Dankjewel. Ik pak nog heel even de microfoon terug. Niet omdat er geen vragen zijn, want als die er zijn, steek even de hand in de lucht, dan gaan we dat zo doen. Ik heb al even gezegd, meneer Van Leeuwen, dat is een agrariër. Maar we hebben nog een agrariër in de zaal. Dat deed Cornelis. Ja. Nou, toch wel. Cornelis, jij bent ook eigenaar van een bedrijf. Misschien vind ik het wel leuk om even jou die kant van jou toe te lichten. Je krijgt zo van mij de microfoon. En toch ook... ik weet niet, je weet toch wel een beetje wat er leeft onder agrariërs? Ja. Ja? Nou, daarom vind ik het wel aardig om te zien van hoe spreekt dat jou nou aan vanuit die invalshoek? Dus ik spreek je nu niet aan als burgemeester of bestuur. Nee. En toch heb ik volste vertrouwen als ik die microfoon aan jou geef. Ja, nou, bedankt Emiel voor de vloer. Ik heb een akkerbouwbedrijf, 45 hectare, traditioneel. Dus granen, kapucijners overigens ook. Kapucijners zijn heel groen, heel goed voor de grond. Dat zijn leguminozen, die binden stikstof. Dus die hoef je geen stikstof te geven via kunstmest. Aardappelen, suikerbieten en een stukje uien, dat verhuur ik. En ik vind het interessant om hierbij te zitten, om te luisteren van wat zijn nieuwe ontwikkelingen. Wat kan ik doen om de structuur van mijn bodem te verbeteren? Wat kan ik doen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te brengen? Maar... ik vind ook dat de stap wel heel groot is om van zeg maar een gangbaar bedrijf naar dit soort type landbouw te maken. En ik vind de voorwaarden, vooral van het Land van Ons, ook te streng. Dus ik zou zelf best willen experimenteren met een stukje, maar dan wil ik het eerst eens even zien op een paar hectare. En als dan de voorwaarde erbij is van je moet gelijk met je hele bedrijf moet je over... Dan heeft dat geen zin. Hè? Dan kan je niet eens even zien hoe het werkt. Dus dat is vanuit het perspectief van mijn eigen bedrijf. Dus goed dat deze ontwikkeling gaande is. Goed ook dat er voorlichting wordt gegeven. Maar zorg dat je de overgang naar de gangbare landbouw niet te groot maakt. En er zijn er natuurlijk ook andere benaderingen. In Wageningen, Louise Fresco is natuurlijk heel erg van de... gebruik je input zo efficiënt mogelijk,
Want je moet een groot deel van de wereldbevolking voeden die groeit. En probeer daar juist kleinere landbouwgebieden voor te organiseren. En niet, dit is heel extensief, maar juist heel intensief, zodat je meer ruimte hebt voor andere functies. We moeten in Nederland natuurlijk ook woningbouw realiseren. We moeten wegen, bedrijventerreinen realiseren. Dus de druk op de grond is vanuit alle kanten groter. Hier is natuurlijk wel een specifiek probleem met het veenweidegebied. Dus de bodemdaling maakt het heel specifiek om hier extra te acteren. Want dat willen we allemaal stoppen. Want we zien dus dat dat ook qua oxidatie, qua CO2-uitstoot heel slecht is. Dat het voor de gangbare landbouw ook uiteindelijk onmogelijk wordt. Maar goed, ik denk dat we in Nederland een palet van bedrijven moeten de ruimte moeten geven. Waarbij je ook gangbare bedrijven meeneemt in deze ontwikkeling en oplet dat je die aansluiting organiseert. Dit is even wat je vroeg, hè? Dus ik ga niet al nu een standpunt formuleren over het hele project. Ja. Dank je Cornelis voor jouw open inzicht. Ja, naast mij is aangeschoven Bert van Leeuwen. Ik had al even gezegd, jij bent ook agrariër in dit gebied. Mag ik de microfoon ook eens aan jou geven? Dit is overigens niet de eerste keer dat je hiervan hoort, denk ik. Maar ook maar eens even jouw reflectie horen. Hoe kijk je hier aan naartoe, ook vanuit jouw agrarische rol? Nou, ik was eigenlijk in het begin van de avond al getriggerd door de opmerkingen van in welke mate zijn nou de agrarische ondernemers betrokken bij het gebeuren. En als er één boer aan het woord geweest is, dan wil ook die andere boer daar graag iets over zeggen. En dan wil ik twee voorbeelden aanhalen. In welke mate de boeren betrokken zijn. Het staat ook al in het rapport van Maarten. Wij hebben in 2019 met ongeveer 17 ondernemers hier in het gebied hebben we een gebiedsproject gelopen. Dat was het project Waterpark Kageplassen. En daar hebben we met z'n 17e hebben we gekeken van ja, waar ligt nu ons perspectief? Hoe kunnen wij naar de toekomst toe verder met het boeren in dit gebied? Nou, dat heeft geleid tot een gebiedsbelofte. En in eerste instantie heeft het ook geleid tot het onderkennen dat productielandbouw, zoals dat op dit moment nog het verdienmodel is, dat dat geen soelaas biedt voor de toekomst in dit gebied. Te kleinschalig, te veel druk van de stad en de omgeving. Dus wij moeten eigenlijk naar een vorm van verbrede landbouw. En het heeft geleid tot een gebiedsbelofte. En toen hebben we een belofte geformuleerd op vier thema's. Het thema water, het thema beleefbaarheid, het thema product en het thema biodiversiteit. En ja, toen we dat gepresenteerd hebben van, maar hoe gaan jullie daar dan inhoud aan geven? En ja, toen stonden wij ook eventjes met de mond vol tanden, want dat is allemaal nog niet zo eenvoudig, want daar zijn geen verdienmodellen voor. En daarom vind ik het project van de universiteit en Land van Ons zo interessant om te onderzoeken hoe je naar die verdienmodellen kan komen. En nog één aspect rond betrokkenheid van boeren. Voordat de universiteit in beeld kwam, was die 22 hectare van het Land van Ons. En die moesten ook wat met die grond. En toen is er een gebiedscommissie, perceelscommissie opgericht. En toen is mij ook gevraagd of ik daarin wilde participeren. En dat heeft geleid tot een soort uitvraag naar boeren in het gebied van, hoe zouden jullie dit in kunnen vullen? En dat waren allemaal wel boeren die of biologisch waren of biologisch wilden worden. Er waren 8 zijn er gevraagd om een plannetje in te dienen. En 5 hebben dat heel concreet gedaan. En echt tot de laatste punten en komma's. En vooral als het ging om biodiversiteit, hele mooie plannen. Lang niet zo ver als de plannen die Maarten presenteerde. En daarmee ook lang niet zo ver in de mogelijke kansen. Maar ja, dat is het buiten de lijntjes denken, dat is een wetenschapsorganisatie beter toegerust als een boer die toch vooral denkt van waar ben ik vandaag mee bezig en hoe kan ik morgen mijn brood verdienen. En dat is
dat is ook wel weer het mooie van dit project, dat je ook weer een beeld krijgt naar nog iets verder. Dus ja, in die zin ben ik ook wel enthousiast over het, ja, het avontuur wat we aangaan. En ik denk dat de boeren hier in het gebied in die zin ook graag willen participeren. Dankjewel Bert voor jouw toelichting. Dank Bert voor jouw toelichting. Zijn er misschien meer agrariërs in de zaal? Mis ik er nog een paar? Hobbyboeren, dat kan natuurlijk ook nog. Ja, dan toch nog wat ruimte voor vragen. Nogmaals, er is een algemeen bestuursvergadering. Die is op 30 juni. Dat geeft natuurlijk ook ruimte. Daar kunnen ook vragen gesteld worden. Maar dit is meer aan het project zelf. Misschien een inhoudelijke vraag nog. Kijk nog even naar jou, Kees. Nee, Fred. Ik zou nog wel heel even willen reageren op... Dan krijg je nu de... Dan krijg je de microfoon. Ja, ja zeker. Er werden een aantal interessante punten gemaakt. Het gaat over het voeden van de wereld. Daar kan ik een heel ingewikkelde grafiek over laten zien. En daar kunnen we een hele lange discussie over hebben. Dat ga ik niet doen. Het andere punt gaat over dogmatisme, biologisch, conventioneel en dat soort dingen. Ik heb daar zelf ook veel onderzoek naar gedaan. Ik kom zelf, full disclosure, uit de Bollestreek. Uit een zeer conventionele boerenfamilie. Ik ben helemaal niet per se tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen of kunstmest of dat soort dingen. Dus daar gaan we denk ik in de toekomst misschien nog wel discussies over hebben. En ik ben het helemaal met je eens dat het belangrijk is om de aansluiting bij de conventionele agrariërs in het oog te houden. Maar dat kan wel alleen als het daadwerkelijk een lonkend perspectief oplevert wat we gaan doen. En daarom is dat zo ontzettend belangrijk. Met dingen die wij voorstellen, omdat ze zo experimenteel zijn, kan ik me niet voorstellen dat we snel onze toevlucht tot bestrijdingsmiddelen moeten nemen, puur omdat de dingen die we gaan doen zo zeldzaam zijn dat er de eerste plaagdieren voor die dingen nog uitgevonden moeten worden. Maar dat lonkende perspectief, dat is wat voor mij vooraan staat, want dat is ook wat ik in mijn eigen familie gezien heb. Zodra het duidelijk is wat je moet doen en hoe je het moet doen, dan gaan mijn ooms als een blad aan een boom om en leggen ze toch een hele dak vol met zonnepanelen. En dan zijn ze, stoppen ze met alle retoriek die ze 15 jaar lang daarover hebben gebezigd. Dus dat is, wilde ik nog even zeggen. Dat kun jij dan vertellen. Ja. Het gaat over 1,5 miljoen maximaal. Deel dus aankoopgrond, waarin ook een deel van de exploitatie tekort zit, dus het pachttekort. En een deel is het door de inrichtingskosten. Als het goed is, staat het allemaal mooi in het voorstel. Na 5 jaar gaan we dat evalueren. En er komt ook gewoon een begroting op basis waarvan jaarlijks uiteindelijk afgerekend gaat worden. Even voor is Paul Duivens, overigens medewerker van Holland Rijnland. Even zo. Het is wel belangrijk denk ik, voor de financiën om te zeggen hoor, dat we altijd ook afrekenen. En er komt ook gewoon een net einddeclaratie ook met een accountantsverklaring. Dus dat gaat allemaal ook volgens de nette procedures. Kijk. Dat horen we graag. Ik kijk even of er andere vragen zijn, anders onze voorzitter Holland Rijnland. Misschien, Henri, heb jij ook behoefte om een woordje voor dit project? Ik leg de microfoon even voor je neer. Dan geloof ik dat dat ook direct de dagsluiting is. Dus daar moeten we dan ook maar een beetje rekening mee houden. Het project sprak mij van meet af aan ook heel erg aan. Wij zitten met vragen van afnemende biodiversiteit. We zitten met vragen van bodemdaling. Wij zitten met vragen wat moet er met de eigenaren, met de boeren straks gebeuren. En de toekomst die tikt iedere dag verder weg. En wat willen wij daar aan doen? Wat kunnen wij daaraan doen? Ja, wij veranderen de hele wereld niet in dit gebied. Maar we kunnen misschien wel een keer iets doen waarvan je zegt van daarmee sla je een flinke deuk in een pak boter. Hele kleine projectjes op hele kleine schaal die geven inzicht. Maar
dit project op een schaal van nu in totaal 33 hectare biedt wel voldoende basis om gevoel te krijgen met moeten we dit pad op, moeten we verder naar links, moeten we verder naar rechts, want we moeten aan al die dingen wat doen. Die bodemdaling die gaat maar door als we niks doen en dan hebben we intrinsiek al een probleem. Gaat echt over tientallen jaren voor ons een reusachtig vraagstuk opleveren. Kunnen we niet meer doorgaan. De afnemende biodiversiteit, dat is ook een feit. Wij zien dat. We zien zelfs al dat het met de natuur op sommige plekken in de stad al beter gaat dan daarbuiten. Dat is heel gek. Dat mogen we eigenlijk toch niet accepteren dat dat zo is. Dat is ook een belangrijk punt. Ja, en alle agrariërs, ik spreek er ook nogal eens van, mee. En daarvan hoor ik ook dat men zegt, ja, men weet nog wel wat men nu doet. Men weet nog wel hoe het over 5 jaar gaat. Men weet soms ook nog wel dat hoe het over 10 jaar gaat. Maar men weet eigenlijk veel minder goed hoe het over 30 jaar gaat. Kan dat eigenlijk allemaal dan nog wel? En dat is belangrijk om daar je bijdrage aan te leveren. Ik denk dat wij mee met een project als dit niet alleen voor onszelf een antwoord proberen te formuleren op dit soort vragen, maar dat het ook een model kan zijn dat veel breder toegepast kan worden. Daar hoop ik in ieder geval op dat dat gaat lukken. Want daar zou ik in ieder geval heel erg enthousiast over zijn. Voor mij is het een belangrijk project en ik hoop dat dat ook straks in de praktijk zo zal blijken. Dank jullie wel. Goeiedag.